Willen ze niet of willen ze niet? Doe het of doe het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden! Hij eh, per uur. Te snel voor ons. God damn Stay on your fight! Fred Kaap. En nog Fred. Hier is hij! Jeff doen is hier. Jeff! Wat is er mis met man? Hollands poepen. Hij heeft diarree. Don't stand on my dog or I cut your head off. Daar is hem, daar is Daar is one. Daar is hem inderdaad. Een nieuwe aflevering van de Joogclub. Vandaag, aflevering 233. Ze hebben afgelopen weekend, allee, maandag de tweede editie van de JU. Dus we dachten: komen we een recap. Inderdaad. Ook uh, erbij vandaag de eerste man ooit die sub 4 liep. En de eerste man, of de man die sub 4 ging lopen. Welkom, Pieter de Wortelaar en pieter -Jan Hannes. Merci, Bobby. Dank je, Bobby. Uh, hoe is het ermee, jongens? Bij uh, mij alles goed. Ja. Ik, heb, uh, ik heb wel een beetje ultra ervaring, dus qua belasting en qua stijfheid uh, Valt het bij mij beter mee dan, dan uh, bij Peach, denk ik. Geen, geen ultra ervaring. En ik was eigenlijk sowieso al wel ongetraind. dus uh, Ik ben blij dat ik de trap opgeraakt ben. Uh, we zullen zien hoe ik ben eigenlijk maar Nee, verder goed. Sat ja, Suppen bij u? Ja, dat zal bij hebben, maar eigenlijk. Ik had vooral nog last van de, de wedstrijd ervoor eigenlijk. Dus was wel, ja, echt, echt kapot was ik, was ik er nu ook niet echt uh, na tien. Maar de PJ is nu ultraloper ook. Hè? Ja, welkom Acht. in de club. Dank je voor de ontmaagding, heren. <laughs> ja, dat, ja. De eerste keer doet altijd een beetje pijn, dus ik heb gezien dat dat... Ja, ik vind het wel niet zo tof dat ik er een soa aan heb uh, overgehouden. <laughs> ja, uh, jij zit hier. Project zo ja. ja. ja mooi, mooi projectje, hè, Bobby? Ja, uh, je had ook direct al een idee voor de pet. Ja, ja dat als, we nu, eh, als we nu, zoals, zoals met, de, eh, met de 2K Atletiek bijvoorbeeld gedaan hebben, dat we dan weddenschappen aangaan, dat iemand als tegenprestatie altijd de, de SOA moet dragen. Ja, prachtig. Want ik ben er dan juist mee onder het station gelopen. Het is toch wel al. Ja. Allee. Je moet toch even een drempel over. Het uh, station van Herent. Ja, daar heb ik, heb ik mijn waardigheid op geraapt daar, want die heb ik daar wel achtergelaten op maandag. Ja, ja. Dat, daar is het gebeurd, ja. Ja? Ja. De, de eerste krak was als Pieter mij gepasseerd is, en de tweede krak was toch wel de trappen van het station van Herentia. Ja. Dus als je daar nog eens passeerd laat mijn waardigheid even terug op en dan... Het parcours gaat niet over de trappen. Nee, het parcours gaat over de... Voor de rolstoelgebruikers en de Oei. fietsen... Ja, maar ik heb de straat overgestroken en dan een trap op aan de overkant van de straat. Oei, nee, ah, nee, te fout. Vergelopen. helemaal fout. Ik ben, ook, ja. ik ben ook, denk ik... Dat was niet duidelijk dat je links of rechts ja. die trappen moest pakken ik ben ook... Dat klopt wel. Ik ben gisteren ah, de pijlen, ja. Ja, ik ben aan een tandarts geweest aan de andere kant van het station en ik zag de pijl op de grond staan. Maar, dus, ja. ja, ik ben kleurenblind, dus ik had sowieso heel veel moeite met de pijlen te zien. Ik heb ook geen enkele pijl gezien. Maar Pieter passeerde mij, en dat vind ik wel straf al direct even meedelen. Die heeft dat zonder gpx gedaan. Die passeerde mij en zei ja, ik moet een beetje opletten want ik heb geen gpx. Dan was ik you know. ja, je hebt nog, nog geropen. De eerste afslag dat ik moest nemen. Het is naar links. <laughs> ik dacht ja, ik heb er zaden aan de grond gestaard, maar ik had, allee, ik had de GPX wel gezien en normaal ben ik iemand die altijd bij elke wedstrijd de GPX op mijn horloge uh, zet. En ik had hem in Garmin gezet, maar hij ja, was blijkbaar niet gesynchroniseerd tussen de start. kwam ook zeer plots. Uh, ja. Het was 5 4 3 2, 1, en we waren weg. En ik zag ineens ja, dat ik de GPX niet had. Maar ja, dat komt door ons timing systeem Moeten wij stipt om 9 uur starten of. Anders hadden in geen sub-4 gehad, niet om <laughs> nee, maar gelopen, het is, maar omdat we uh, niet op tijd gestart waren. Het, het had kunnen mislopen, want is ik ben twee of drie keer uh, kort misgelopen, maar dat was eigenlijk niet mijn schuld, dat was nog uh, de schuld van... Uh, Allee, schuld... Uh, Kasper, dat was een andere die waar die ik mee liep, ja, de... Uh, de uh, Dancing, Dancing Dragonfly. De Dancing Kasper. Dragonfly, die uh, twee keer iets te ver was gelopen, en die had wel de GPX, maar dus... Uh, ja, ik heb, ik heb heel, de, heel de weg een beetje naar de grond gestart en dan tegelijk naar de, naar de pijltjes van de mountainbike gezien. Maar dat is goed, want wij gebruiken dat nu ook als argument. Als mensen sturen, ja, uh, het was toch moeilijk zonder GPX, dan zeggen we, ja, de winnaar liep ook zonder GPX, dus je hebt geen excuus. Effectief, ja. ja. Er is nog één stuk waar ik echt stress heb gehad, en dat is helemaal op het einde. Het ging nog een stuk langs de spoorweg. Ja. En dan passeert je een geel mountainbike, uh, route Ja, een geel pijl, dat zijn de, de overgangspijlen. Ja, de verbindingstuk. Ja. En toen dacht ik van, ja, shit, ik heb uh, benen gemist. Want ik zit in de overgang naar een andere route. Uh, en dan ja, gewoon maar doorlopen. En dan was er wel een rode pijl op de grond naar rechts. Ja. Uh, ja. Dus dat, toch, stress gehad. Dat, dat is hetzelfde stuk waar Gjelle ook stress had. Want ze, waren, ze dachten eigenlijk nog, na bevoorrading drie dan, dat ik op kop lag. En ze waren <laughs> naar die een trekker aan het kijken. En ze zagen aan het station... Oh, de pietjes aan het station, we hebben nog wel even. Maar eigenlijk waren jij op dat moment al een half uur vooruit. Maar die mannen wisten dat niet. Ah nee, we hadden nog zo gezegd: geef een trekker door als je voorbij gestopt. Ja, nee, maar wordt. aan de snelheid dat Pieter mij voorbij kwam. Uh, ik, ja, en ik wou nog he, maar mijn e uitbagger zei nee, en, ja. ja, ik wou ook nog graag een foto met je uh, uh, dat we samen liepen. Ja, ja, maar uh, 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 voilà. ja, voilà. Nu is hij rechtgezet. Uh, achteraf gezien had dat wel toffer geweest en een beter idee waarschijnlijk voor mij als ik gewoon bij u gebleven had. Ik denk niet dat ik er geraakt had. Sowieso niet. Maar dan hadden we tenminste ja. nog 48 kilometer klap kunnen voeren. Ja, ik heb echt wel naar de trekker gekeken. Alleen naar mijn horloge gekeken. Wat tempo. En ja, jij werd gestart aan 3,45 de kilometer of zo? Uh, ja, ik, ik heb tot, 8, allee, tot aan voorrading 3 voor uh, 3,45 eindtijd ja. lopen. En, dat is en dan. dan, dan oh. Ja, maar ja. ja ik ik wil eigenlijk de aflevering beginnen, Pieter, met ons te excuseren. Voor het inschakelen van zo'n slechte haas. Uh, daar wordt vaak steen en been over geklaagd op de atletiekmeetings of de marathons, als er slecht gehaast wordt. Slecht een haas ooit, denk ik. Ja. Gaat twee Allee. kilometer al los? Ja, ik, ik stond op bevoorrading 1 en iemand zei daar: Ah ja, Pieter Jan Anders, heeft iedereen er al afgelopen? Ik dacht: Ah oh, nee, uh, daar gaat het sub 4 plan. Oh, oh iedereen heeft Pieter Jan Anders laten lopen. Ah ja. Dat is wel echt een keuze. Allee. Ja, wetende dat dat onmogelijk was. Den, dat was echt te snel. De ja, Dancing Dragonfly riep nog naar mij: van ga ik wel sub 330 of wat? Die was tegen mij ook aan het klagen, vond, dat gaat toch niet op die manier. Ja, maar wat weet ik, ik Ik zat daar ook in de kopgroep. Hè, we starten dan en ik kijk eens rond, want bij elke trail kijk ik eens rond voor te zien: van ah, wie heeft er hier een rode nummer? Hij zit er in, in, in mijn afstand of een zwarte nummer, of een gele nummer. Of, dan weten zo wie dat je concurrenten zijn en wie dat je mocht laten lopen. Maar nu. Ja, Moest ik rondkijken, dan zag ik eigenlijk alleen maar veel hogere startnummers, allemaal kei-ervaren gasten. Jij moest rondkijken en eigenlijk, ik, ik heb hier eigenlijk het minste ervaring. Misschien moet ik een beetje dimmen. Ja. Misschien ja. moet ik... Maar had het ja, ik was... uitgerekend? Qua tempo, wat dat je eigenlijk had moeten lopen? 4.07, de kilometer. Ja. Ja, voilà. Maar uh, wel, ik heb ze hoog, heb je hebt je naar de GPX aan het kijken hebt, niet naar de een -plan plan ja. gemaakt. Ja, dat he? Ze hebben een de ja, maar maar gemaakt. Dat wou dat niet open doen. En, allé, dat, dat, dat wou niet openen op mijn GSM. Dus, uh, ja. ja, ik moet nee, wel ik zeggen, Garmin hebben. Connect had uh, problemen de dagen voor de Ultra. Voilà. Ik, heb, ik kreeg een melding van ja. Strava, uh, Garmin uploads zijn vertraagd. Ik, ja, ik had twee dagen voordien ook uh, gaan lopen en dan ja, hetzelfde. Het heeft even geduurd voordat er uh, Ja, dat wordt opgeladen op Strava. Maar mm. Maar, dus ja, ik was naar de GPX aan het kijken. Ik had eigenlijk geen gemiddelde. een beetje op het gevoel aan het gaan. En ik wist natuurlijk ook rond de marathon dat er wel een heel pittige gladde modderstrook was waar je veel tijd zou verliezen. en dan dacht ik, ga een beetje voorsprong kan geen kwaad. Ik had waarschijnlijk nog eens een pitstop moeten maken. Ook. En dus ik dacht, ja, ik ga een beetje op het gevoel lopen. Ja, dat voelt voor je waarschijnlijk comfortabel. Allee, dat is wat ik aan het denken was ook bij die start. Bij mij is het altijd even zoeken zo naar de ademhaling en het gevoel. Ja? Maar voor u is dat, is dat een comfortabel tempo, waarschijnlijk. In ik, het begin. Ja. Ja, ja. Ik had eigenlijk ook niet gedacht dat ik het al zo ver ging. Want ik liep dan even samen met Pieter. Eh, en ik, eh, ik had al wel direct door dat de, de grootste kans op sub 4 <laughs> Pieter ging zijn. <laughs> omdat wij, wij waren dan boven uh, aan Gasselsberg En wij hadden toen uh, 4,05 gemiddeld al, al gelopen. Ja, en dan heb je echt dus het, allee, al twee zwaar stukken gehad, uh, dus ik dacht, ja... En ik, ik was zo <laughs> aan het uitleggen, ik denk dat ik die reggenvlaai in het verleden al 800 meter loper of, of... Ja, ik heb het hem gevraagd, nadien ook. Ja, en dan PG 1500 meter, ik zei, was een iets ander energiesysteem. Ik denk 35 kilometer en... Het is uit. Gewoon omdat... Je hebt bijvoorbeeld, als je de, de eerste keer de steenweg oversteekt, Jij pakte daar al de, de stijlste beklimming. Ja. Samen uh, met een Dancing Dragonfly. Ja. Ik zei tegen hem ook: van, ik ga, kan, hem, kan hem nemen. Ja ja, dat is zo. Wij pakten al zo de, de, de minder stijl. Ja, ja want je zei nog tegen mij: van. <laughs> voilà, al wat minder calorieën. Dat je, er even, dat je er even doorjast. Maar qua calorieën maakte ik me alle, eigenlijk geen zorgen. Ik ben echt al ingegaan, 120 gram per uur. Ik denk: ik ga het gewoon proberen. Ook nog nooit in mijn leven gedaan, al lopend. Maar ik maakte mij vooral zorgen over mijn heubuigers, want ik had eigenlijk sinds de EK een week gemiddelde van 25 kilometer of zo, En elke keer als ik er langer liep was 20 kilometer, zijn mijn heubuigers ja. dus dat je bedankt Dus dat was mijn grootste bezorgdheid. En ja, weet je wat het was? Ik heb ook nooit gezegd dat ik sub 4 ging lopen eigenlijk. Hè. Heb je hebt dat zo een beetje in, in, in mijn lade geduwd en dan ja. dacht ik ja, ik heb hier twee opties. Of ik ga flauw doen en ik ga mijn tempo lopen, dan 4, of zo had ik dan in gedachten. En dan nooit het einde ervan gehoord. Of ik doe echt de mooiste fly and die van de wereld. We gaan dan iemand moeten vragen, maar volgens mij is sub 4 echt wel bij u begonnen. Echt? Welke, welke <lacht> aflevering? Ja, ik weet dat ik zei van. Ja, ik ga niet kunnen. Ik ga die enchantie lopen. Uh, iemand lopen. En dan dat, denk ik dat dat zo dan in u la is beland. Maar dat gezegd zijnde, maar ik, je ik, zet, ik, zet alles op straf. Dat vroegen we gaan eens af. Ja. Hij dacht, oh, die nee, nee, nee. is, is het allemaal op Strava? al uw trainingen staan ja. op Strava. Oprecht, respect. Fietsen, lopen, alles. Dus, eh, Inderdaad, ik nodig iedereen uit om te gaan kijken wat ik sinds het EK. Dus je hebt, gelopen nu, heb. je hebt nu al... Mijn je... weekgemiddelde is nu hoger. Je dus nu... 57,7, de, de afstand van de U. En dat is dus hoger dan eender welke week dat ik gedaan heb in, sinds het EK, sinds, sinds december. Prachtig. En ik, ja, zaterdag, als mijn hulpbuigers er zijn, ga ik dan nog de Ufti-trail doen. Dan heb ik... Exact 100 kilometer deze week. Dat is het Mooie BK? Het is uh. blijkbaar het BK. Daar ja. moeten we het misschien straks eens over hebben, want ook niemand dat dat weer wist. Hè? Ja, ja, puntje we van kritiek ja, ja. over gehad. Maar jij ja. wist dat toch wel, want jij had echt ik al lang geleden gezegd van ah, ik ben ingeschreven, het BK. De ah. heb is gewoon gestuurd van zich. Oef die het BK? Dat was dan twee weken geleden, Schrijf je daar eens voor in en dan heb ik dat gedaan, maar dan was ik achteraf na de ju aan het babbelen met Pieter van ja, we gaan dat ook doen vroeg hij. Ik zeg ja, hè, de, zaterdag hopelijk dan hoeft die trail BK. en ja eigenlijk alle jongens die bij ons stonden toen wisten dat niet. Hè? Nee, ja. Laura dus goeie, die, dat, die de goede traillopers zijn, daar niet, alleen, niet van op de hoogte. Ja, ja wel. Maar, maar jij zat, jij, jij, alleen. Ja, maar, ik ben ook geabonneerd op de B-trail website. Hè? weet alles. Hè? Blijkbaar moest je gewoon de site van de val checken. Ja, de, wel de site vertellen. van de val. Eigenlijk gewoon de Facebook van Hoeftietrail, daar staat alles op. Ja, maar ja, dan, dan moet je doen? wel weten dat het een trail is. Ja, maar heb, is, het, is, het een... is wel zo dat er een onderscheid is tussen uh, het BK -korte, korte afstand en het BK lange afstand. Dus blijkbaar lange afstand ultra is uh, in najaar, ah, ja. in september denk ik, of, of oktober. Je hebt ook nog BK berglopen, hè? dat is nog ja. iets anders. Ja, maar dat, is een, dat is de, de, de KBF. De... Bergsportfederatie, ja. dat is niet de Atletiekliga. Nee, dat is niet waar, ik want denk dat is we ook wel. Ook, wel. Dat, is, dat staat ook op de site van de val. Ah, maar die werken samen, hè? Die, die zeer werken zeer. samen, ik denk dat die wel. Want daar is een heel. Allee, ik heb dat zo wat gevolgd, die discussie, daar is met de KBF wel zo een, een duidelijk onderscheid gemaakt destijds. Omdat ze niet in elkaar als vaarwater mochten komen. Ah, ja. Dat een trail is geen. Is geen um, uh. Uh, ja, wat is het, een bergloop of een. Ja. Uh, uh, Debbie stuurt soms al ja. die dingen dan een bergloop moet Heet, sky voldoen. Skyrunning. Sky ja, 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 sky ja. ja, Dat moet boven de zoveel meter zijn, dus ja. dat is altijd in, in het buitenland. Dus uh, ja, uh, wij stonden ook op B-trail trouwens. Ah, was op Ultra. Nee, En wat stond er? Er staat dan zoiets bij. Niet, niet gecategoriseerd. Het... Ah, dat is dan jammer. dat past veel <laughs> Dat past bij ons. Nee. Dat wel. Ja, ik vraag mij gewoon af of dat onze, onze uitslag tot bij B-trail geraakt. Dat ja. mocht wel, ik heb dat eens opgezocht. Het is ook gewoon omdat we niet genoeg onveracht hebben. Ja, ja. Maar o, die uitslag. Ja. Gewoon omdat je manueel op dat schriftje schrijft, ja. dan mag je. Ah, okay. ja, nee, nee, ja. Alweer, ik vraag mij dus af of dat hier nooit tot bij B-trail zal terechtkomen. Dat, dat is dat zo nog. Ja, iemand moet dat dan wel gaan intypen, natuurlijk. <laughs> hè. Ja. Oh, ja. Ja. Uh, ik heb hier ondertussen de Pieter Jansen Strava is gedaan hij heeft effectief de afgelopen vier weken um, drie trainingen gemiddeld per week. 59,2 kilometer gemiddeld. Um, Over welke periode? De laatste vier weken. Ah ja, maar dat stel ik in twee tochtjes dan. Ja, 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 ja oké. Okay. Ja. <laughs> ik had gezien, de, uw laatste training ja. of zo, paniekvoetbal. Uh, ja. Ja. Dat vond ik wel grappig. Ja, maar dat, dat was ook. Je hebt, uh, wel, want ge... dat was tot het moment dat ik door heb van die gasten menen dat, hier, dat ik echt. <laughs> Ik had dan zo met de Michael een keer van. ja, ja. die is zo klak. <laughs> <hard. lacht> de Michael uh, moest een longrennen doen, van twee uur. En ik zei: Ja, oh, um, ik zal meegaan. En dat was dan vier, dat staat er ook op, zeg. Ja. Uh, vier, twintig of, of vier, zeventien of zo per kilometer bij mij in de geburen. En uh, 28 kilometer. En ja, ik heb daar. Allee, echt wel op afgezien. en Ik wist dan, het moet 407 gemiddeld zijn voor 60 kilometer bijna. Mm -hmm. Dus dat ja, was toch even spannend. Ik heb deze jaar 24 trainingen gedaan. Ja, dat uh, kan. Een afstand van 497,4 kilometer gelopen. Sinds begin januari? Sinds begin januari, ja, 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 januari dat, ja. ja. Dat kan kloppen, ja. Ik heb 1500. <laughs> dus Pieter, je je toch mijn ja. alle dat... dat ja, <laughs> niet, niet. Ze waren er niet. Eigenlijk. Nee, 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 nee. Dus, er, is, er is ruimte voor progressie. Ja, goed. Ja. Ja, ik ben, uh, de Pieter is aan het opzoeken. Wat dat hier? Uh, Ken het de, de, de dat cijfers van buiten? Ik, 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 ik doe zo gemiddeld per week ongeveer. Maar dat gezegd zijnde, los van training, maar ik had nog zo getraind mogen zijn. Ik had het niet anders aangepakt en alsnog fly and die gaat ze. Ik denk dat je gewoon eens een ultra moet gedaan hebben om deze, wat dat Pieter gedaan heeft, tot een goeie einde. Hey, daar zat geen verval op, hè? De moment dat jij mij gepasseerd hebt, 48. Ja, dat is mijn zei jij van, het gaat hier wel nipt worden, want dan hadden wij die zware modderpassage gedaan, waar je echt wel veel tijd op verloor. Ja. En hij zei van, ja, het gaat, denk ik denk wel dat het nipt gaat worden, maar daar zat nog veel sneeuw op. Ik denk, oké, okay, dat, dat kan wel goed komen. Want twee minuten. eigenlijk nog versneld. Hè? Twee minuten is nipt. Te... Maar ja, ik heb mijn tempo ook bekeken een keer op de, op de activiteit. En ja, dat Uw... lijkt wel te fluctueren, maar eigenlijk is dat het terrein. Nee uw 56e kilometer, dat stuk dat is, is, hey, is, is 3,57 gemiddeld. Ja, maar ik zat wel een beetje met de stress omdat ik, zo, ik had die gpx niet had en ik wist wel ongeveer dat ik ging uitkomen op 58 kilometer. Mm -hmm. Maar je bent nooit zeker en ja, het zou echt zonde geweest zijn om dan juist ja. die vier uur te missen en dan dat berg, allee, de, de Molkensberg nog eens op. Dan denk je ook wel, ik mag hier niet te veel vertragen, dus dat is eigenlijk een goed afzien gewoon om, om zeker te zijn. De beste bijdrage dat ik eigenlijk, eigenlijk gewoon had kunnen doen, is bij hem blijven. Met ja, je en <laughs> dat weg, het is hier naar links, is hier naar rechts. <laughs> ja. Is dat niet een beetje de bedoeling van een haas? Dat je zo... maar ik was er ook niet echt van op de hoogte dat ik, ik moest hazen eigenlijk. <laughs> maar ik dacht nog in het begin, was er toen iemand bij je het fietsen, dat was toch een fietser bij je, of, of helemaal in het begin of? Ja, uh, dat, allee, dat was gewoon. Ja, ah, want ik dacht nog van ah, wie weet, dat zou nog goed zijn als ik bij een fietser kom. En stel dat ik alleen van voor ben, dan kan de ene de weg tonen. Ah, ja. Maar dat was dus niet. Ja. Je was alleszins niet voorzien van de organisatie. Ja, nee. ja, even Ook zeggen, challenging voor de fietsers, hè? Ja, even zeggen de pijlen. Dus ik heb wel degelijk drie dagen pijlen aan trekken <laughs> toen we een klein zes uur werk aan gehad. Maar doordat het sowieso wisselvallig weer was, waren die vorig jaar is dat, dat is zo fluo verf. Ja. Normaal zie je dat echt, oké, okay, ze kleuren blind, Maar normaal vallen die redelijk goed. En vorig jaar er eigenlijk ging. Geen opmerkingen over dat. Nee. Maar nu met de regen waren die eigenlijk niet meer... Je moest echt goed kijken. Ja, en als er mensen waren overgelopen, allee, ik kan dan niet zeggen... Degene van voorliep kon dan niet zeggen. Maar er waren er bepaalde dat je inderdaad nu uitgedwongen ja. in een modder hebt gezet. Ja. Als daar al 50 of 100 mannen is gepasseerd. dan is de kans groot dat die appel weg is natuurlijk. Ja, inderdaad. Um, ja, en inderdaad, Want je zat een dag ervoor, PG. Je zat gaan fietsen. Mm -hmm. Heb je sneller gelopen tot aan het marathonpunt dan dat je het gefietst hebt? Ik zat aan het marathonpunt toen, maar dan moeten we weten dat wij wel zo het stuk langs de vaart ja. hebben afgesneden. want... Je, ja, een klein hongerklopken al een dag op voorhand. GELACH, <laughs> uh... Dat was niet echt on point. Nee. En uh, dan hebben we dat stuk afgesneden en dan kwamen we uh, uiteindelijk aan met 16,7 per uur gemiddeld op de fiets. Oh, ja. Beetje, ja. dus, en ik denk uh, nu op marathonpunt had ik nu ja, exact vierde kilometer, dus 15 per uur. Ik heb daar wel een apart Strava segmentje van gemaakt. De U tot bevoorrading 3, dan denk ik, dan heb ik dat toch. Ja, dat is moeilijk om te kloppen. Ja. 248. Ik denk dat dat, dat Vorig, is, jaar, vorig, ook, vorig je zou jaar ook. Gelopen. Maar vorig jaar zijn wij wel. Allee, vorig jaar denk ik dat mijn gelopen tijd ook al sub 4 was, maar we zijn gewoon aan elke bevoorrading gestopt. Ah, ja... Uh, want die telt, want het is een FKT uiteraard. Uh, maar toen ze, waren wij ook redelijk snel aan Ik vroeg me wel af, wat zijn je... zo de regels van een FKT? Want bijvoorbeeld, uh, ik had dan inderdaad uh, een fietser die een inpikte. En zei: Ja, oh, maar ik heb hem gelukkig als je erin moet hebben. En nee, nee, ik ga niks aanpakken buiten in de bevoorrading. Support. Want het? Dat ja, is support, het is uh, dus in principe dat dat gemogen Ah, ja. je dacht dat dat alleen in de bevoorradingen mocht? Nee, nee, je hebt volgens een, de Fastest Known Time website je hebt een supported en unsupported ah, categorie. Ja. En een unsupported... Moet je alles zelf doen? Moet je... Geen meelopers? Hè, van nee, een... niemand nee. hebt dat stuk meeloopt. Tenzij dat ze alles meelopen, dan mag oh, je ja. het wel... Uh, Jij hebt dat gedaan in je voorbereiding ja, voor de dus, ja, ik moet hem nog indienen, maar ik heb in principe de unsupported. Ik had al... Uh, dat ik toch nog iets heb uh, van mijn... Uh, <laughs> uh, op FKT. Uh, nee, wacht. Maar, uh, <laughs> volgende week is dat ook weg, hè. Kan, <laughs> ik heb meer dient, ik heb En die staat ook niet zo scherp. Nee. Maar uh, dus de, de voorinhouder, uh, Tom de Fietsbom uh, van de unsupported, die liep ook mee. Ja. En had volgens mij alles meegenomen... Uh, om hem te kunnen breken? Om hem te kunnen breken. Maar dan... En ik was aan het denken, want op een bepaald moment liepen we samen. Ik denk: als ik nu uitstap, dan pakte jij hem niet. Want dan heb ik niet, dat jij samengelopen met mij. En mm. ik, dus ik kon op een bepaald moment bepalen of hij hem ging breken of niet. Maar ik weet niet of dat, dat dan zou mogen. Als dat geen bevoorrading aanpakt. Nee, want je, je doet een massastart. Je loopt altijd wel samen met, met iemand, die, iemand die, die, die het niet heeft uitgelopen. Ja. Ja. Dus ik denk volgens de regels van een FKT dat dat dan niet zou tellen als je ja. support het. Ja, inderdaad. Hey, trouwens, een, nog één ding over uh, het SOWA-project. Uh, we hadden het erover, maar de kwaliteit van de 1 april grappen is toch ook niet meer wat het geweest is. Allee. Nee, ja, het is bedenkelijk laag. Ik weet niet of je dat 1 april grappen hebt zien passeren. Uh, weet je wat de beste was? Ik, uh, hey, niks. Nog één ding dat er is overgegaan, Sofjan Bouchiki. Als dat was het toch nog. <laughs> dat was ook op 1 april, ja. ja. Dat, uh, ja. En de en vraag is alleen of dat een grap was of niet. <laughs> en dan nog, en, en nog eens, dat er ook over maar het was niet op 1 april. Je bent veel gaan voor vrouwen. Uh. <laughs> <laughs> dat, was ook, uh, dat was ook een boei. Wat was er daar mis mee? Ja. Nou, dat, dat, ik weet niet. Dus je rijdt de Kemmel over en dan is het de finale. En dan hebben we vervolgens een uur gekeken naar... Uh, ja, uh, vrouwen die naast elkaar uh, gezellig richting je hyperreën <laughs> eerst en dan... Uh, ja, dat, dat, was, uh, dat was geen koers in ieder geval. Uh, dat was maar je hebt wel gekeken? Uh, well, ik had dus juist uh, oh. met een Giantie gelopen, dus ah, ik lag ja. in de zetel en ik... Uh, allee, ik heb zelfs meteen met mijn vrouw gezegd, ik ben hier hard aan het afzien als gisteren <laughs> In de zetel gewoon, ik kon het echt niet aanzien. Het was, uh, het was geen reclame voor het vrouwenwielrennen, dat is zeker niet. <laughs> nou, ik, maar ik heb... Ik heb veel 1-april-grappen zien passeren, maar er is er eigenlijk geen een van blijven hangen, dus... Um, ja, ah. Het is... Het is hey, ik vind ook, je moet dat niet elk jaar doen. Je moet <laughs> iets goed hebben en dan... Maak er dan eens wat werk van, of zo. Ja. Nee, ik was trouwens... moeten ook aankondigen dat het dan effectief een 1-april-grap is, of...? Ja, geen idee. Uh, want eigenlijk dachten we, de grap stopt als je op de link klikt. Maar je kunt ze effectief bestellen, dus... Ze zijn effectief al besteld. Ja. De patches. t-shirt. Ah, amai. Dus ja. 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 Uh, oh, zo, man. Terug over naar de ultra. Nou, nog één ding. Ik, dus, uh, de lancering van de kledinglijn gaat ook gepaard met de oprichting van de fanclub, de SOAS. Er uh, dus, uh, is nog een café die dat ondersteunt. En je hebt toevallig uh, je twee nieuwe PSOAS voor mij. Hij <laughs> is dat een hele ja. Ah, ja Ja. Ah, oh, jongens. Uh. <laughs> ja, dus terug over naar een ultra. Uh. Ja, misschien, misschien zo even, proberen wij toch als organisatoren. Uh. Een beetje cool om te kunnen zeggen dat je race director bent. Hè? Nee? Ja, maar toch ook wel. Het is toch, de laatste week moeten we toch even deftig vakken of zo. Uh. <laughs> om, alles, om alles geregeld te krijgen. Oh, en zochtens beginnen we dan. En dan denk ik toch altijd. Gaan we dat hier nog niet genoeg krijgen tegen nu? <laughs> dat is wel te eventjes. Nou, naar mijn gevoel was was echt wel echt wel goed hè. Oh, wel. Allee, het is zo een beetje een cult event. Het is zo niet hyperprofessioneel, maar dat <laughs> toch bah. wel. Allee. voor een gemiddelde trail vond ik je dat zeker. Is, is zeer, uh, ja, ja, zeker. Alleen die, al... alleen de hazen waren niet, niet <laughs> nee, op punt, <laughs> nee, op punt ja. maar voor de rest was het zo. <laughs> Wij We beginnen altijd zo, denk dan zo de maandag beginnen we volmoed en dan op het einde van de dag... zeg we altijd, oh, zo organiseren, we zijn het niet echt, hè? Nee, nee, ja. <laughs> ik denk dat je al heel veel kans hebt dat je de Nico hebt. We, mo mogen we dat zeggen? Dat, ja, dus. Twee weken voor de Ultra spreken we altijd eens af met Nico. Het was, het was denk ik drie uur. Ik heb dat ook uitgesproken tegen de Nico, trouwens, je kon dat wel appreciëren. <laughs> maar dus dan spreken wij af met de Nico. En dan pakt de sess een laptop mee, en dan zeggen wij ah, Nico, wat moeten wij doen om dat te organiseren? De, de, de meeting begon en de Nico zegt: oké, okay, wat heb je aan de dan al aangevraagd? En wij zo: wij zitten hier. <laughs> <laughs> dat hebben wij geregeld, wij zitten hier nu, Nico. Maar dan eh, dat ook wel even zeggen, wat wij op een uur geregeld hebben, is ook no. wel indrukwekkend. We hebben op een uur een sportclub opgericht, <laughs> <laughs> een officieel sportclub opgericht, daarmee materiaal gehuurd bij de gemeente Herent. En de verzekering voor de deelnemers geregeld. En de verzekering voor de deelnemers geregeld, en uh, officieel een evenement aangevraagd bij de gemeente Herent, die eigenlijk nog niet goedgekeurd is, maar we hebben wel het zegen van de Nico. Ja, de Nico stuurde vrijdagochtend, denk ik. Uh, het is nog niet de officiële goedkeuring. Uh, nu, vrijdagochtend. Mm -hmm. uh, wat is dat? 29 maart of zo. Ja. Uh, het is nog niet de officiële goedkeuring, maar het mag doorgaan, stuurden. Dus. De vrijdag ervoor. Ja. Maar, maar bon, uh, verder. Ja, het grootste probleem is het logistiek eigenlijk. Hè. Dat we moeten alles zelf overal gaan halen. Uh. Ja, ik heb 200 goodie bags gemaakt. Ik had dat pluske overgepakt dit jaar en ik dacht vorig jaar, de mobiel had dat zo wat gemaakt zo tijdens de Ronde van Vlaanderen, de zondag ja, het waren nu eigenlijk dubbel zoveel inschrijvingen, dus uh, in mijn kelder was ik dan zo bezig goodiebags aan het maken en ik moest zelf dat denken, ik zo zo van, uh, ik ben Donald Mulder van uh, al, al twintig jaar maak ik goodiebags alsof ze voor mezelf zouden zijn, zoiets uh, uh, Vooral ja. hoe gestuurde ah, ik ga nu naar de sport al die goodiebags brengen uh, en ik zeg aan, ah, moet ik meekomen helpen of zo. Ja, dat gaat niet met een auto zit vol. Ja, echt een auto stamt vol goodiebags. Dus, uh... Nou, hey, we, we zitten met een professionele organisator ja. aan tafel uh, van de Ferme Tour Trail. Ja, ik moet zeggen dat als je dat niet leuk vindt om te doen, zo het paparazzenwerk en zo en een deel van die logistiek, dat ik daarvoor ook. Een die samenwerking heb met Keep on Running natuurlijk om daar al van af te zijn, oh. startnummers en dat doe de via de, de vetsport uh, Dus dus dat, dat is echt wel niet het tofste deel. Wat dat de Mike wel de de Mike uh, heeft ook meegelopen. Mike van de IT uh, die heeft voor ons de website. De inschrijvingen, de inschrijvingen. Le leuke website. is zeer anekdotisch. Vond oh, ik de de, de Frequently Asked Questions. Dat ah, is ja, ook, ook echt de Mike die die, die vroeg en dan er iets ludiek ja, De, de Joglub, de enige trail ter wereld waar je best niet met nummer 1 aan de start staat. Ja, <laughs> ja, ja dat, dat zijn de, ja, de, de coachs van, van die, die, die uit een aflevering. Ja, ja. ja maar alle, ze stonden er toch op. Ik vond wel, vond wel leuk. Ja. Uh, dus ja, nee, en voor de rest, ja, bijvoorbeeld die, uh, die bakken voor de persoonlijke bevoorradingen, voor de, de sub-4 mannen, vond ik wel eigenlijk simpel, maar goed opgelost. Dat was ja, ook de, in, de, in de laatste aflevering, in de briefing. Uh... Meegegeven. Ik was dan nog blij omdat dat gezegd was. Ja, want ik wist het ook niet goed voorhand. Dat, dat is dan gezegd en dan bedenken wij ineens: die inschrijving. Uh, de die inschrijving gaan open en dan, dan zeggen oh, we: ah, we, geen we <laughs> hebben geen bakken. We hebben geen bakken. Bak Bik pakken. Ja, want dan voor we... de eerste bevoorrading had je nog tegen mij gezegd, uh, Bobby. Van, uh, we zullen een bak nemen. Uh, ja, we zullen nog een extra bak nemen, want daarbij heb het nog niks. <laughs> ja, maar uh, Sepppe zei: we well, hadden de eerste bevoorrading, daar hadden we nog geen persoonlijke bevoorrading nodig. Nee, nee, ook omdat de bevoorrading al weg is. Dus, ah, ja. die is al bij, dus ik wist. Niet, het ja, draagt nou, is er iemand, maar ja, stel dat dat ik weet niet wat is, en iemand gaat gewoon met zijn fiets naar nou, daar. Ik heb, ik heb de flesken aangepakt. Gewoon gewisseld. Dan kun je weer met een halve liter minder starten. Had jij een flesken op? Nou. Ik heb, ja, elke uur. Ja, elke uur een flesje met 80 gram in, en dan een, ook nog eens elke uur een gel van 40 gram. Oei. Ja, ik heb zelf gedaan, maar dan was de vraag: start ik met twee flesjes. Wat dat dan een volle rugzak is, of dat, ja, ofwel uh, met één nu. Ik vond dat wel gemakkelijk, want dan weet je ook, als die in een eerste bevoorrading komt, dan denk ik mijn eerste bewust leeg, alleen heb je nog geen of zo, maar dan ja, ga het de, ga de drinken om, mm -hmm. om het leeg te krijgen en dan heb je weer een te pakken ik vond ja, dat wel goed. Pissen, nee. Want dan, die eerste ik is al 13, daar, daar zit daar op 50 minuten. Ik heb één pisje gedaan, maar dat was in die eerste hele diepe plas waar je niet anders kon dan er doorgaan. Dus sorry voor de mensen die dan na mij op zijn doorgegaan. Maar dat leek me een goed moment, want ik ben er heel rustig doorgegaan en dan... Nu sta ik toch stil. <laughs> en hier even. Uh, iets anders dat ik mij afvraag Pieter, hoeveel uh, mensen zeiden tijdens een ferme Tour ergens moeten gaan ophalen, die wou opgeven? Mm, niet, omdat wij dat Lucies-systeem hadden. Ah, ja. Wat dat uiteindelijk bij jullie ook wel... Ja, ben, bijna. Zo'n komt een paar ja, ik keer nee. in. Maar je komt wel een paar keer echt in de geburen van de start. Want als je zo'n fly and die doet, het mentaal niet echt gemakkelijk nee, nee, maakt. Want aan het Station van Heren dacht ik echt van, ja, daar is het. Maar dan dat ik, gunnen ik al echt niet om dat voor de rest van mijn leven te moeten horen. Dat ik uitgestapt ben uit die huur. Dus dan denk ja, ik... Ik vond dat maar, wel een je straf voel? als ik u tegenkwam. Ik dacht nog, moet ik nu uitleggen hoe... Want ja, jij wacht gewoon aan, aan het ontpikkelen. Ja, 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 ik was eigenlijk bergop, want ik kon niet meer bergop lopen. Dus ik was bergop aan het stappen. Dat was geen en berg, Dat was een holle weg. Ja. Dat was een holle weg, ja. De weg ja. ja. Gewoon aan 1% over. Maar dat ging al niet meer. En uh, ja, de, de Seppel kwam mij voorbij en uh, je zei: ja, zeg wat, is u een ultrashuffle? En dan ben ja, ik licht verplicht verder <laughs> beginnen shuffelen. Maar ja, het meest pijnlijke was de, de laatste kilometer die je bergaf kasseien. Dat, dat, was, dat was wel heel pijnlijk. Uh, maar dus ja, nee, ik heb nie, nie, geen mensen moeten gaan ophalen. We hebben wel uh, gehoord van mensen van, ja, voet omgeslagen of zo, maar die zijn altijd afgeslagen gewoon omdat je met dat alusssysteem nou. bij ons zat. Jullie wel mensen moeten gaan ophalen? Uh, nee, maar ik bedacht mij tijdens dat dat bezig was. Van, ja, ik heb ook niet nergens met een nummer of een zo ophangen. Ja, met een noodnummer. noodnummer. We hebben dat afgesproken. Dus, ja, mensen de, kunnen de, niet. Vergeten. Dus we hadden dat normaal mee op de nummers voorzien. Ja. Maar dat stond er bij ons ook niet. We zijn dat ook vergeten, maar volgend jaar gaan we dat wel doen. Notrum, notrum. Maar volgens mij krijg je dan wel veel telefoon als je dat wel doet. Maar nu, eh, de, bij ons, de Johan de Bent, die heeft in het begin fiets, ja. als laatste, het eerste stuk. En die belde me dan van, ah oh ja, er is iemand dat wil opgeven, maar ik zal hem begeleiden terug naar de sportal uh, En dan, daarna heeft een Thibaut Braat, die heeft eigenlijk heel de... Ik wil die uh, opgeven, maar ik heb wat kletsen <laughs> gegeven en... Uh, <laughs> 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 nee, die, ja, de Thibaut van Dataroets eigenlijk, die... Die had zijn eigen bij u aangeboden denk ik om als laatste te lopen? Of hoe is dat in zijn werk gegaan? Hij vroeg of er iemand was voor de laatste. En hij zei: Ik wil dat wel doen. Ik denk: Die jongen weet het niet. Hij heeft dat wel. Maar hoe lang is de laatste onderweg geweest in Urwacht? Ja, ik had gezegd dat om en bij de zeven uur zijn. Dat wat dat vorig jaar was. Maar het was toch acht uur dit jaar. Maar hij niet meegedaan aan dat BK: 24 uur lopen. Dus ik denk dat hij. Dat nee, heeft, heeft wel geen 24 uur gelopen, denk ik. Nee, nee denk een kilometer of maar. 60, 70 dat we daar gelopen lopen. gedaan. Ah, een mooi maar, moment als de Marijn toekwam ja. algemeen applaus, omdat iedereen zo plaatsvervangende pijn voelde. Van, ja, maar, maar bij Marijn voel je geen pijn. Voelen voelde plaatsvervangende pijn voor de Kenneth die daar zat. De het was het? Ja. Nee. Die, de man van de 6D? Uh... Ah, ja, nee, dat heb ik gemist. Die zat aan de, de stond, dat die ah, ja. zo te... Ja, ja. Te, ah, weet, op het einde de... zei de seppe, moet er eens iemand gaan kijken bij Kenneth, of die leeft of niet, want zo... <laughs> die ons zo... Die was ja. even in gedachten verzonken. op een Op zo'n daar in begin toch voor geklopt nog, uh, net ja? voor de start? Dat oh, ja, okay. Was er zo'n applaus, maar, oh, maar misschien werd het nu nieuwe focus. Ja, ah, ja, oké. Okay, ja. ja, Ja, ja. Um, ja applaus geven en terecht, um, ja, ja. Zes, want hoeveel had hij nu gelopen? Bijna 700... 614 kilometer. Ah, okay, ja. Uh. ja en dat stond eigenlijk ingeschreven maar ja nog met een oudere nummer en ik had hem al geopperd van blijft gewoon in jezelf ritme hè. dat is een truc als je rondekeer rijdt en je wilt dan er nog een in dus blijft blijf in jezelfde ritmes en komt dan naar ons dan gaat het eindelijk van die bisten af mogen en oh dat is 58 kilometer nu nog Ach, als je je elke dag rond hebt gelopen zal dat toch ja ik had, ik had ook even met hem gepraat. Uh, alleen een keer gevraagd: van ja, en, allez, Ga je dat nu ooit opnieuw doen? En hij zei ja, dat hij dat op zich nog wel eens zou willen doen, maar nooit meer op een atletiekpiste. Dus blijkbaar was dat echt de hel gewoon van nee. de hele tijd. Tuurlijk. Ja, 400 Hans. meter. En, en hij zei zelfs dat hij een hele dag naar één bepaalde lijn in baanvak 2 heeft zitten staren. En zo, ja, gelijk ja, een robot eigenlijk. Door eens even zitten draaien. Ja, dat Wou, ik snap niet dat je, daar, dat je daar zes dagen voor nodig hebt om dat te beseffen. <lacht> <lacht> ja, je de dat je natuurlijk geen dag op voorhand kunt bedenken: oh, 400 meter. Als je een 10.000 loopt, dat is, al, dat is al heel saai denk ik. Ja, dat was hetgeen dat ik wel had, dat ik op voorhand ook wel wist. Want dat was, denk ik, van de mannen die dan van voorliepen. Een van, allee, ik was een van de enigen die, enige die ontmaakt moest worden. Maar zo, het moment op, van je passeerde de uh, marathon. Uh, ja. Dat uh, vind ik, vond ik toch. Uh, even, dat was zo wel even van: oké, okay, en nu ga ik iets doen dat ik nog nooit niet gedaan uh, heb. Ja. Oh, wel, maar er waren, er waren er nog wel eens. Hè, want ja, ik In een top 5, twee mannen. Uh... Ja, en dan de Tom. Tom of Tim, ik weet het niet, want op zijn nummer was een modderspad, juist op de O of de I. <laughs> dus ik was dat wel eens aan het afvegen, maar ze een nummering op zijn gat, wat, wat een beetje raar overkwam. <laughs> dat ik ik, allez, dat maar ik zei ja, is Tom of Tim. En dan, uh... Maar ik weet dat nog, vorig jaar had ik ook meegelopen, maar dan op mijn gemakscherm, omdat ik dan de, de marathon van Rotterdam ging lopen. Maar dan ben ik wel de laatste 20 kilometer of zo versneld en dan ben ik voorbij het uh, marathonpunt, was ik dan wel wat sneller aan het lopen en daar ben ik echt... Ja, heb ik even veel mensen opgeraapt, wat al logisch is. En dan waren er wel heel veel mensen die gewoon zeiden van ja, na die marathon uh, ja, maar is het... Uh, het marathonpunt, dat is secteur roeselaren, noem ik dat. Dat is, dat is toch echt roeselarenwaardig? waar het zwaarste punt, uh. ja. ja, vooral omdat het heel glad ligt hè. Als dat nu gewoon nat zou liggen, gelijk die stukken daarvoor, dan is dat eigenlijk je probleem. Nee, maar daar. Ja. Was, ja. Dat, was dat het punt, vlak voor de marathon? Ja. Eh, vlak voor de bevoorrading? Ja, ja heb, dat stuk daarna ja, ook. Nog ja, ik heb gezien ja. bij, bij mijn file zo rond tussen 42 en 46 kilometer, maar eigenlijk net voordat je aan die bevoorrading komt en zo'n halve kilometer ja. echt door het slijk uh. dat je geen, snelle, alleen, geen snelheid kunt maken. Of je, ja. En je komt ook van, van heel snelle kilometers, eigenlijk, hè. Ja. van de vaart ja. en van dan zo, zal van nog eigenlijk dan? Ja, Ik vond dat wel zwaar he. met het idee van ben nu, wel is het, vijf, vijf minuten die kilometer aan het lopen. Wel met dat idee van ik moet onder die vieren en met ja, je tempo is dat wel zo wechtig ja, ja, dus, ja, dat is ook mentaal een beetje, maar dan ja, nadien zou het wel. Dat is natuurlijk nodig dat je tegen een tijd loopt. Heb je dat niet gewend? Als je, als je loopt om, om, om aan te winnen, dan, gedaan, dan ja? denk je ja, oh, voor iedereen. What? Want ik vond dat jij er heel comfortabel ja nee maar ik ben niet gewend van naar mijn horloge te kijken van, dat is mijn tempo normaal op een wedstrijd en inderdaad je je ja, je zet je het op lopen, dan weet ook van, je voel <laughs> je gaat hier niet nog iets terugkomen hè. het is, het is ja. de fly and die van de geschiedenis maar de comeback van de geschiedenis die <laughs> ging niet op hele dag er nog eens aange aangeplakt worden natuurlijk ja, maar, ik heb zo denk hoe lang heb ik meegelopen nu 200 meter of zo ja ik had het niet helemaal door alleen want dan riep je en dan ik ineens door, dat je toch wel een stukje ja. achter werd ja. um, ja ja er zat op zeg maar, je hebt al een marathon gelopen naar Rotterdam vorig jaar ja ja ik heb hoeveel was dat uh, 2 uur 42. Ah, ja oké okay. um, ja. ja ik ga alleen in in ook nog die van Kopenhagen, maar eigenlijk ja, ik vind dat wel tof en dat nu mijn vriendin heeft uh, in Rotterdam maar een eerste marathon gelopen en ja. in Kopenhagen loopt ze opnieuw winnen en dan ja, ga ik mee maar ik zou niet noodzakelijk zelf inschrijven voor een marathon ik vind het veel leuker om uh, de trail treel, te lopen of van die ultras te lopen dus ja, het is geen focus, maar ik loop nu ook sinds kort bij de brokkenlopers. Hè. Dus uh, ah, ja. ho hoeven de marathon allee, snelheid wel op te voeren? Kun jij je je skileren? Uh, nee. <laughs> wow, wat bedoelt je, tijd? hè? heel veel tijd eigenlijk. <laughs> ja, nee. Als ik ja, als je ook al wil fietsen en lopen en dan skileren, dan ja, ik ben ik niet zoals we zeppen. Oh, wow. Ik was aan het denken. Hè, je gaat last van die hubbuigers, de Christophe Rozen ook. Ik was aan het denken. Ja, hoe moeten we dan specifiek gaan trainen of hoe komt dat wij daar geen last van hebben? Nee, ik was eigenlijk aan het hopen dat Jelle dat ah, wist te vertellen. Het enige wat ik kon bedenken is: van, ah ja, in het zwemmen, hubbeugers dat is toch dat je, dat je zo op je rug ligt en zo, dat doet. Hè? Als ik kraalzwem, doe ik dat dan constant. Dus. Ik dacht van: ah, voilà, een reden om te beginnen zwemmen. Als Misschien meteen een modder, maar ja, je zit ook wel een beetje modder gewend. Hè? Ja, maar dat is 9 of 10 kilometer. Dus ik zit ik ja. nooit in de, dit soort spierbelastingen. Want cardiovasculair. Is dat heel een tijd easy qua tempo? Ja, ja. Want het is puur, ja, gewoon één spiergroep die zegt, nee, vandaag kan ik dit niet doen. Of ik heb dit al lang genoeg gedaan. Ja. Ik ga Ja. Nou, misschien is dat een Hendrik vragen, hè? Ja, inderdaad. Want ik dacht op zich, qua eten, dat dat, dat wel nog een ding Maar ik heb een heel goede maag. Dus, als je er 120 binnenkrijgt... en je een nog een... zit dan. maag, man dat is ook zo. <laughs> maar uh, uh, en jij, Sippe, ga je de... proberen terug afpakken of? Uh? Uh, nou, wel. Um, ja, ik, ik, ik vind ik, eigenlijk, ik heb vorig jaar heb ik gelopen en dan dan hadden ah, we gaat het ongeveer hetzelfde, maar dan lag het veel sneller, hè. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik vond dat niet zo leuk om dat op die manier te doen, want ja, we organiseren dat zelf en ja, uiteindelijk zijn we wel gewoon drie vier dagen aan het rondrijden. Uh, je zit los aan het regelen. En je, en je, doet, je loopt dan nu in een eigen wedstrijd. Maar je hebt dan zo precies zo niet de goesting om een dag af te zien. Wat het toch wel een bekken is. Dus daar en nu. Ja, ik, was dan, ik, was wel, ik was wel vol vertrouwen mee gestart. En dan. Uh... Uh, ja, had ik zoiets van, ja, oftewel moet ik er zo nog wat doorkomen, wel eens Chanty, oftewel zit ik nu gewoon al op het punt dat de, dat de aftakeling begint en het was eigenlijk het, het, het tweede. Dus dacht ik, ja, ik, ga, ik ga gewoon wat trager lopen, ik ga wat mensen opwachten en ik ga met iedereen zo'n stukje meelopen. En dat was eigenlijk veel plezanter ja. om te doen dan mij gepasseerd. ze waren met, de, met de Gerta de Gert, de Gert ja. aan het lopen, het ja dus aan de eerste bevoorrading heb ik even uh, dan heb ik eventjes terug een stuk alleen gelopen en dan uh, ja zo maar iedereen samengelopen. en dan inderdaad die laatste bevoorrading ja de Gertje had altijd dan wel moeilijk dan, dan pakte die ze zo wel mee en doordat iemand anders harder aan het afzien is als u valt dat van u ook wel mee eigenlijk ja dat vond ik nu wel frappant iedereen die mij dan gepasseerd is na het station want dan was echt shuffelen. ja jij zijn mij gepasseerd als ik nog aan het lopen was. Ja, in de verte zag ik je stappen en dan zou je beginnen lopen. Want dat was net nadat je modder waren je zo aan, ja, aan het wandelen... Daar begon het wel. Ja, ja, ja. De, ja. uh, de, de sector Russelaren, daar zijn de heubuigers begonnen. <laughs> wel, wel straf als iemand dan nog naar het EK veldlopen is geweest, uiteindelijk. Hè. Ja, maar nogmaals, maar tien kilometer. Hè. Ja. Maar de, die secte, En, en was ook, toen was, was ik ook wel getraind, hè. Allee. <lacht> <lacht> Allee. <lacht> um, maar iedereen na het station van Heren, die mij gepasseerd is, is ook echt gestopt bij mij voor te vragen van gaat het? Zeg er oké? Okay? Is elke nummer? Maar dat is omdat ze weten dat je niet meer terug kunt. Nee. Hè? Ja, er waren ook echt wel ik... veel mensen aan de finish die dan binnenkwamen en zeiden: uh, de Pieter Jan hij staat nog recht, hij is onderweg, hij gaat er zelfs wel aankomen, hij is nog oké. Okay. <laughs> Ja, ik ga dat ook mee. Ik zeg de Bobby zal zich zorgen maken over mij. Gewoon nu, echt eigenlijk. <laughs> ik, was, ik was content om u te zien. Eén, om mijn grote gelijk te halen. Dat je het niet direct tot hem <laughs> Ja, een dat wist ik ook. En dan, ja, de Gertie had wat moeilijk. Zei, we gaan in een Olympia oprollen. Met zo'n snelle een je, je hebt toch wat dynamiek aan de wedstrijd. Ja, ja, ja voilà, voilà. Dus ik denk, oh, het kan die jongen ook maar helpen? Zo. En dan inderdaad als je dan bij je komt, dan doe je zo. Hoe gaat het, gaat het? Maar je zag je mentaal toch niet zo geslagen uit. Allee, je had dat toch wel gewoon. Nee, ik had ook ah, een indruk. Nee. Ik vond ook nog wel als je binnenkwam, als je echt zo echt kapot zei, dan. Ja, ah. dan ik de eerste keer, dat waren andere toestanden. Ja. Maar ja, ik, 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 ik heb meer. 120 gram binnengeduwd. Ik was eigenlijk gewoon fris, want de laatste uur hadden niet meer. Liegen pushen, maar gewoon, als het musculair gedaan is, is het ook ja. gedaan. Hè? En ook, ik was eigenlijk gewoon ook opgelucht dat er iemand wel nog op sub 4-schema lag als jij mij passeerde. Toch, ja, lag om, echt om, nog zo... om toch nog een check op te strijken hè, van als aas. Als aas, ja. ja. Voilà. Ik denk 48 kilometer. We zitten nu aan, uh, aan 406 gemiddeld op die moment dat jij mij kruist. Ik denk, daar oh, zit nog sneeuw bij Peter, die gaat dat wel kunnen. En ik zag ook die borstnummer, 161. Ik denk, die snapt het. zou moeten, hè? Ja. Dus uh, ik, was, ik was vrij hoopvol. En dan misschien heeft me dat ook wel eventjes zo het, het, de, de, de wanhopige strijd die ik sowieso wel verloren had met mijn heubuigers... Rappel, allez, wel doen staken. Want ik denk niet dat ik had aangekomen als ik had blijven proberen nog. Ja. Nee, inderdaad. Maar ik vond het wel chic dat je, dat je oh, hem dan nee. had. Oh ja, wel. Altijd, hè, ja. Ook kun het toch niet? Het mooie is dat mijn laatste 16 bijna even rap is als mijn eerste 42. Mm -hmm. dat vind ik wil heel mooi ja. ja, dat is echt. Ah, okay. Ja, maar ik ben u uh, tussentijds niet aan het bekijken en de eerste keer zou je kunnen zeggen dat echt een bekken misloopt, Is het eerste is op kilometer... Weet het? Uh, ja, het echt eerste keer mis is op, nee, uh, op 39. Ja. Hè. Dan, dan dat, begint dat modderstuk hè. Ja, dat is, ja, dan loopt de 421. 21 dus heel die, die, die lus langs de vaart begin ik op reserve te lopen, uh, dus daar stop ik met pushen. Die, wat is dat, 7 kilometer of zo? Ja, en dan komt dat modderstuk, en dan dacht ik, ja, hier moet ik niet beginnen duwen, want ik, ik patineerde gewoon, ik kreeg kaart, dus ik denk, ja, ik kan hier gewoon rustig doorwandelen en rustig joggen. Ze is iets bevoorrading, en dan zal ik me wel terug in gang trekken. Maar dan kwam er nog zo'n modderstuk, dan begonnen die heupbuigers en dan, uh, dan is rap afgegaan. Ja, op een bepaald <laughs> punt zei iemand tegen mij, maar ik denk dat het rond 36 of 37 kilometer was, van, ah, is het. Um er zit zes minuten voor, dus ik dacht echt wel, ja shit, dat, onmogelijk dat ik die niet ga inhalen. Uh, maar dan aan de bevoorrading, aan de, aan de, de marathon, het marathonpunt, zeiden ze ah, ja, 3,5 minuut. Dan dacht ik, oei, <lacht> <lacht> het zal het toch wel lukken. <laughs> ja, je moet eigenlijk denken: zes minuten, voor, dat is zes minuten erop gestart. Hè. Nou, Dat weten we nu hè, volgend ja, jaar. Uh... Om, om, omdat Pieter het gewoon echt rock steady gelopen heeft. Ja. Oh. Ja, ik denk... Eh, ja, maar... als ik mijn eigen dan toch een beetje krediet mag geven. door zo de, de hoop te pushen. dat Pieter misschien net genoeg voorsprong had. om in het modderstuk er nog uit te komen. Nee, dat gaan we niet geven. Nee, <laughs> nee. Ja, maar ik, ik ben Ik ga het Die kilometers aan benzine. en kilometer 39 is de eerste keer dat je boven de 4 minuten 20 de kilometer gaat. Ja. Dat is 24. En dan zie je dat je zo. wat je altijd hebt als je aan het stilvallen bent. U zo nog eens in gang, in gang trekt. trekt ja. En dan hij gaat het terug naar 4.15, een kilometer 4.14 daarna. En dan is een downfall naar 6.24. op de, ja, de marathon. Uh, dat is een onderstuk. Ja, ja, dan 5.09, 5.45, 5.31. Was dan nog lopen? Was dat, nog lopen? was dat al... Ja, ja. En dan kilometer uh, 46, Zakte terug onder de 5 minuten. Kilometer 47 ook. Mm -hmm. En dan komt bij mij. Ja, en dan kilometer 48, 711, kilometer 49, 728. Dan gaan we naar de 8 minuten 17, 9 minuten 46. Ja, het is station van Event. Uh, oh, een slechte ontvangst daar. Ja. Dan uh, 1204. Dat is wandelen. Ja, ja die, die daarvoor, dat is ook al mijn stukken wandelen Ja, toch? ja, ja. Uh, ja goed. Allee, gewoon anders goot ik in Kram. Dus. Maar dat, ey, dat, dat is zo de kilometer ik denk iedereen dat hier zit kent het hè. als je, je eigenlijk kapot gelopen hebt dat je zo nog wel spartelen zo. Ik en zo dat kan toch nog eens, <laughs> hè, zo nog eens proberen zo. Zo, nog een cafeïnegel, gel. Erin, <laughs> en, dan zo, en dan zo nog een klein beetje. Zo, zo zo 400 meter zo even zo oh ja, ça va. ik had in de plaats een cafeïnegel, had ik een kleine softflask van 250 ml is dat zeker gevuld met espressokes van de Muitenbandenstart. start en dat anders in de voorrading meegegeven en dan Oeh, nee, dat was kei je moet daar niet van kakken ja, ah, daar zag ik, ik heb... ook ziek voor. Nee, ja. nee. alleen niet. Ik, ik, ik zou wel moeten gaan kijken, maar dat was na vijf kilometer al of zo. Oeh, na vijf kilometer, die heb je gemak nog. Ja, uh, Wacht. ik nee, veel gesprongen Dat, dat ja. punt. Um, dat had zeven minuten kunnen zijn. Hè, op de berenklaar. Ah, ja. <laughs> nee, zo dat punt waar je twee keer <laughs> op <de passeert>. <laughs> Onder dat tunnel waar je zo kruist, ja, ja. vlak daarvoor heb ik. Dus ja. de eerste keer dat je daar komt, ja. hoeveel kilometer is dat? Ja, dat is toch al ietsje verder. Dat's... Ja, dus, dus je bent dan Bos dan al door, denk ik. Daar. Maar ook vettig, hè. Een stuk daarvoor. Ja, ja. Maar dat was ik met Pieter gaan verkennen. Daar kende ik de lijnen. Maar dan loop ik <laughs> gewoon door de plassen, want je weet dat daar onder, daaronder toch hard ligt. En ik ja. kan dan kon je gewoon lopen. Je kon daar vooral doorlopen. Is dat, die sector Russelaar dat was gewoon schade. Dat ging niet. Nee, dan heb ik die koffieflask aangenomen. Tweede bevoorrading bij Valerie. Amai. Mooi. Dus. Ja. ja, de bevoorradingen waren wel weer in orde, denk ik. He. Ja? Ja, zeker de eerste. De waypoint-experience. De, Waypoint de, de, de florist die zijn eigen laat gaan, samen met de buren, denk ik. Ja. Dat is ja. met de muziek en zo. Ja? ja. ja. En dat daar, daar, daar heb ik pas op de foto's gezien, maar dus, ik denk dat de wim het gedaan heeft, uh, de buurman eigenlijk. Die pijlen. Uh, ja, zo bordjes, ges, bordjes geschilderd en in een bos gaan zetten en zo. Uh, ja, er was er eentje. hoe needs toenails anyway? Ja, ui, 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 ui. Ah, dat, was, dat was nu nergens toen je dacht van ah tof, alleen want dat is we wel het pad waar veel lopers passeren verder met Nee, nee de, was, ik denk dat ah, dat een buurman uh, gedaan heeft. Ah, Oké, okay, leuk. Ja. Uh, en ook zo eentje, uh, pizza, warme douche, ik denk dat dat op dat tekenhuispuntje is, vlak voor uh, ja. de eerste bevoorrading, zo, Wat was er pizza, warme douche, bier naar links, uh, pain en suffer naar rechts. <laughs> uh, uh, hoe, mooi gedaan toch? Ja, klopt. Dat uh, is goed gedaan. Ja, Bijvoorbeeld, bij micro op Veldem. Ja. Of aan de Puus, hoe dat je het wilt bekijken. Ja. <laughs> de, dat, dat vond ik wel spannend, zo, die steenwegen. Als je zo echt voor sub 4 aan het gaan bent, ja. dat is echt wel zo. Ja. Wat ga ik hier doen? Ik moet wel allee, ook een kleine shout-out doen naar uh, twee vrienden die, die stonden aan het licht Dus de laatste steenweg. En die hadden laatst, al geduwd als je Die zeiden nog we En die zei ah. nog, ik oh, dus al was geduwd. Dus mijn vriendin was eigenlijk. Ik ben moet jij maar en dan zo ja, ze staan aan het, aan het licht eh, op een knopje geduwd. Maar ja, je kunt, allee, ik ken de route wel, dus je kunt daar het in principe wel links, ja, links gewoon, gaan. Uh, je loopt uh, gewoon links omhoog en dan stik, Het is een feestdag en dan, stik, en dan kun je, ja, ja dan stik er is, door is door. niet veel verkeer. Maar ik heb wel de chance gehad met de licht. want iemand heeft dan nog gereageerd op mijn straven van... Uh, uh, heb je dan, allee, hebben we dan alle lichten genegeerd of over de chance gehad, maar uh, we hebben effectief echt chance gehad. Oh, ja. Er zijn twee nog daarvoor, twee lichten. Ja. En daar hebben we altijd kunnen doorlopen, want daar, wa ja. daar liepen wij nog met twee. Ik heb wel een beetje een chance gehad om eerlijk te zijn, maar ik moet wel wat oppassen, want ik heb binnenkort al een rijverbod aan mijn broek, dus allee, zo. Van... ik heb mijn gsm gezeten aan een verkeerslicht. Ah. En, en, dat mag natuurlijk niet. Ja. Hij, ik dacht van nou, dat verhaal was met. met een... aan de sms, dat heb ik nog niet verteld. En van dat nou, verhaal een met, met een boswachter. <laughs> Dat is, dat is nog niet verjaard. Dat is, dat is nog niet verjaard, dan moeten we even mee oppassen. Nou, wachten even nog even mee. Dat gaan we ooit nog wel eens vertellen. Oh, ja. ja Maar zeg eens, wat, wat? jij Je wacht met mij aan het messen? Na de memorial en ik stond aan een, aan een, aan een rood licht. Maar ik zat toch naast u in de auto na de memorial. Nee, ik was naar de rijden, Dus ah, okay. als ik kom mijn afzetten en dan naar de rijden, en aan een verkeerslicht en ik stuurde nog iets. Um, en ja, ik pak mijn gsm vast. Dat uiteraard niet oké. Okay en uh, anders stond de politie. Twintig meter achter mij en je zag natuurlijk dat scherm oplichten. Een nieuwe twist, gewoon gezegd, je ja, bent gelijk niet oké. Okay. Uh, en ik dacht, ik ja, kan een boete wel krijgen, want oh, dat is 21 dagen rijverbod geworden en een dikke 800 euro boete. Oh, fuck, you eerste, Dat is de focussen focus erop. Eerste, eerste, eerste uh. feit, ik vond ja, het is wel, wel pittig, <tie> maar ja, bon, ik uh, accepteer mijn straf. Hè. Je had beter met je auto door de Bart swings gevlogen, denk je? Ja, Wel ja, ja. Effectief, effectief. Maar dus ik moet een klein Bovendien, beetje oppassen. eigenlijk. Ja. We hebben ook een brug. Ja, maar ja. dus ik moet de bekken oppassen met zo door rood lichten op, op paasmaandag te lopen. Oh. Oh, my. Oh. Uh, ja. Maar waar zaten we? Voorhalingen. Voorhaling 2, ja, bij mijn, bij mijn, bij mijn vrouw. En waar de mensen ook dan de hokkast konden wisselen naar uh, een vers paar. Ah ja, dat ging ook. Ja. ja je kon dus ook als testen en dan ja, half Je konden konde wisselen naar een ander type. Ja, want ik vond dat wel, allee, tricky in de zin dat je voor mensen dan bijvoorbeeld een eerste ultra gaan lopen en dan zeg je, ik ga je direct een keer uh, een ander paar schoenen aan doen. Allee, dat ja, zijn goede schoenen, maar. Maar bijvoorbeeld de Christophe Roos loopt ook altijd met een nieuw paar. Mm -hmm. ik, ik durf dat ook wel gewoon, zo. Met een nieuw ja, paar maar schoenen. Je bent ja, iemand die veel, allee, veel loopt of een getrainde atleet, maar misschien zijn er mensen dan nog maar. Uh, niet zoveel veel, allee, niet zo veel ja, kilometers hebben dat al wel. Ik zou denken, op, de, je, je merkt dat heel hard dat je een ander publiek aantrekt gewoon omdat het een ultra is dan uh, ja. een of andere stratenloop. en de meesten hebben toch wel zo, hoe moeten we dat zeggen, zeker een, een, een duurzaamheid in, u, in hun voeten zitten. Het is niet dat, dat je, je het nooit ja, ja. nog blij en eigenlijk tenzij dat je tien uur met dat de voeten loopt. Een uh, balico, zo. Uh, uh, al wel, wel ik hoor ze. Quyant die toch. Uh, was, als ik dus begon te lopen, dan dacht ik zo van: ah ja, juist, deze pijntjes had ik na 80 kilometer in Italië ook. Dat uh, was toch nog helemaal niet goed genezen. Is dat niet zo? meer in de tenen? Zo? Ik heb dat bij, bij van die bergwedstrijden zo: ja, meer eh, van ze naar beneden en zo, wat rotsen af en toe zo tenen rotsen stoten. Ja, ja zo. maar ook zo dezelfde schuurpleksjes. Dat je dan had zo, dat je dan denkt, ah oh ja, dat was toch, dat was. Ja, ja. Zo nog maar twee armbewegingen en je denkt, ah oh ja, juist, de, de, deze was dat. <laughs> uh, dat, dat. Dat had ik nu wel. Ja. Uh, ja, en dan de derde bevoorrading, marathonpunt marathonpunt. Uh, ik weet niet of je Star of the Show hebt herkend die daar stond, een van jullie. Uh, een ex, een voormalige gast van de jochclub stond op, op het marathonpunt. Barclays gestart. Uh. Oh. Uh, van Woensel. Ja. ja. Ja, ik, ik was daar eigenlijk al wel aan het afzien, want Allee, dat was een zwaar punt en ik je daar meer zo... Op... Mijn drinkbuisje gepakt en deurde, dus ik heb hem niet herkend. Nee. Nee. Jij had hem sowieso. Ik was niet aan het smeken voor twee nieuwe heubuigers. <laughs> <laughs> Zeer teleurgesteld dat dat niet voorzien was in de bevoorradingen ook. Dus, ja. Ja, ja. Ik was vooral ongerust van waar gaan ze de bevoorrading mm -hmm. gezet hebben, want het, het grasveldje zelf het vorig jaar gedaan was te drassig. Ze mm -hmm. dus hadden ze gezegd: ja, van Natuurpunt is dat, denk ik? Of, ja, die van Natuurpunt. Al, dat, je vraagt van dat daar... liever niet op het grasveld te doen. Uh. Ja. En, dat, stond, dat stond er toch goed? Ja, ah, wel ja, maar vorig jaar stond in het midden van dat grasveld. Mm. Wat dat nu maakte eigenlijk, stonden we meer tegen dat fietspad. Oh, ja, dat wat dat fietspad dat, geblokkeerd was. Ja, daar, supporters kwamen daar ook staan. en Meestal had er wel iemand de fietsers gezien als ze al op het fietspad reden. Uh, dus, nee. Maar als je daar niet op let en daar komt juist een fietser af van, je stapt dat fietspad op, kan wel voor pijnlijke <laughs> gevolgen zorgen. Ja. Uh. Ik was nog aan denken, wij moedigen de mensen aan om da naar daar te gaan en ook naar de... Maar daar is eigenlijk geen parkingen? Nee, nee, ja, je kunt zo op die brugjes parkeren. Uh, Bo, tot de, 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 de mensen gewoon moeten de de. zeggen, parkeer maar op dat grasveld, we mogen de bevoorrading <laughs> daar niet doen. Op, <laughs> <laughs> zet uw doeltoon doel er maar op. Ja, eigenlijk... Ik had, ik had dat al voor, bij bevoorrading 2. Achteraf dan... Allee, dus, dat was van een surprise dat ik daar al aankwam. Voor bevoorrading 2. Ja, ja, dat was echt. En uh, achteraf ook gehoord van... Uh, dat jellen ook op weg naar daar. Maar dat ik eigenlijk al door was. Ja, ah, wel, dus en dan aan drie ook nog Er zijn heel die banen die je moet aflopen voordat je dan links terug naar Turin draait. Ja. En op die baan, inderdaad, de supporters die van bevoorrading 2 naar 3 aan het fietsen waren, die kwam ik daar tegemoet gelopen. Dus die mm -hmm. eigenlijk gewacht hadden op voor wie dat ze wou supporteren aan 2. Maar, dan... maar voor de mensen die dat parcours niet kennen, bevoorrading 2 en 3, dat is eigenlijk dezelfde straat. Hè? Een kilometer. Ja, dat ligt een kilometer uiteen. Ah, ja. uh, maar. Vorig jaar, als ik met de laatste meeliep, zijn wij elkaar nog gekruist aan het bruggetje ongeveer. veren. Ja. Dus ik, ik had zo me daar wel op afgestemd. Van eh, oké, okay, we, we kijken naar de laatste op bevoorrading 1 en dan rijden we naar bevoorrading 2. En we hebben zelfs niet gewacht op de laatste. We zijn naar bevoorrading 2 gereden en jij werd daar toen al gepasseerd. Uh, dus ja je had wel ver voor op het schema van vorig jaar ja je had dan nog gezegd alleen je jezelf ja. tegen mij van ah ja geen idee hoeveel dat hem voor is ja en dan ik denk dat Valerie van Hoekal of zo of uh, de, de smallen smalle zo, dan zei van ja die is zeker al zes minuten door uh, als jij dan aankwam. ja um, maar ja dan toen ging het lekker ja bevoorrading bevoorrading drie was die in voorsprong gehalveerd dat uh, nou, is eigenlijk al vijf minuten gewoon in die, in, in die modder. moeder liep dat toch goed hoor. Ze. Ja, maar nog ja, wel gecontroleerd, want dat is nog wel een stuk trager dan die 405 of 400. Ja. Dat ik wou dat ik zo wel beoogde. Maar ja, het heeft geen zin om daar te nee. door te duwen, want je doe, allez, dat is ook zo zozeerheid in je, in, je, in je hamstrings en zo. Dus daar heb ik allez, voor mezelf wel gezegd van rustig aan. Maar kunnen we daar iets mee bezorgen? Op je techniek letten. Uh... <laughs> nu nee, gaan wij ja. moeten in de orde leren lopen. Ja, maar, ja, dat zou handig zijn. <laughs> <laughs> ja, ja, maar in, in de cross-up ik pinnen, dat, dat heb ik hier niet. Allee. Maar dat mocht ook, hè? Dat mocht ja, gij, maar ja. Jij mocht zoals spikes als, voor als als je... wisselen. Ah ja, ja, ja dus in de, allemaal. in de bevoorrading wisselen. Hij ja. gaat daar tijd voor, hè? Of je spikes mee in je rugzak. <laughs> zo, zo streng zijn we uiteindelijk niet. hè. <laughs> Kijk, plan uitschrijven voor volgend jaar. Ik weet niet wat ik ga geven, als je zo dan ineens zo op kilometer 42 met spikes loopt. En dan ik weet niet of dat daar nee. veel goed gaat. Doen. Dan dat stukje lipsel aan. Ja. <laughs> <laughs> um, ja, Pieter, jij hebt redelijk krap na de derde bevoorrading de PG voorbij gelopen, zeg ja. je achteraf tegen mij. De... Ja, ja, dat uh, ja, was de 46, 47 zo kilometer zo. zoiets. Maar ik was, ik, ik was ook wel verschoten, want ik zag hem ineens in de verte. Maar ik dacht toen nog wel zo wel drie minuten tussen ons. Maar dat was dan ja, blijkbaar toch niet. Uh, en je had nog iets gezegd: van misschien moet hij een trekker overnemen. Maar well, nee. ik heb daar ook niet meer aan gedacht of niet gevraagd. Uh, gewoon doorlopen en... Uh, ja, toen was ik echt wel zeer gefocust. Toen was ik echt wel zeer gefocust op dat tempo. Ja, maar ja, dat is ook omdat je op dat moment vindt je van jezelf dat je heel traag gaat. Dus dan lijkt het altijd sneller als je iemand anders ziet passeren. Maar eigenlijk toen jij startte, waren we allemaal van: ja, dat, allez, wat is in de een aan het doen? Dus ja. Juni, hè? Jij ja. ik, ik was, ik was... Ja, werd ja. al binnensmonds aan het lachen. Ja. ja. Die komen ik... we nog wel tegen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja Lange, Bobby, langer, Bobby ik... zei dat ook nog: langer getroffen ja. dan ik dacht. Hè. Bobby zei ook nog aan de voorrading van ja, maar die gaat zitten vallen. Hè. Echt, hè, als dat zullen we wel zien. Het volle vertrouwen <laughs> in de Pietriël. Want de, 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 de Dragonfly. Uh, die zei ook nog tegen mij van ja, als hij dat volhoudt dan uh, kunnen we niks meer gaan zoeken op van die trails want dan wint hij in alles aan dat tempo. Ik dacht nog van ja maar hier zijn toch niet zoveel hellingen wie weet hebben we daar toch nog wat voordeel. Ja. Uh, <laughs> Misschien moeten we zo gelijk dat ze op de Barclays delen ze toch ook elk jaar zo één nummer uit aan iemand waarvan dat ze weten die gaat als eerste afvallen. Ja. Ja. Moeten wij zo naar White Rabbit ze vooruit sturen waarvan we weten die, die gaat direct maar, maar, zot ik vind vertrekken. Heb je een plan om zo gewoon dat ik elk jaar gewoon hetzelfde doe. Ik start aan dit tempo. En dan zien hoe lang je dat volhoudt. Ja. Want jij weet toch dat. Allee, ook al zeg jij, ik ben ongetraind. je teert nog kaart op je, ja, maar op dat is... op je, op je basis van in de Red... winter. Hè. Allee, ik, ben, ik ben al gestopt hè, met deftig sporten, PG. Ja, ja. Uh, ja, is dat ik... al uitgelegd geweest? Waarom heb jij niet meegedaan? Ik, ik ken het verval ja. dat jij gaat doormaken nu. Ja. Hè, dat... Nee, maar nee, ik kan het terugopikken. Ja, ik heb natuurlijk wel wat muscle memory, één, op dat tempo. Dat is het tempo waar ik heel mijn leven ben al op lopen. Oh, ik, ik was nog aan het denken. Dus, dus hè, jij zit daar hellingen in en ik heb een veel groter probleem. Maar jij bent toch ook de man dat zo tegen het grijs trainen is? Dus dan is deze toch ook een zone waar jij niet heel veel in traint? Nee, ik train daar nooit in, hè? Dus dan is dat, is dat toch. Want deze, ik heb daar ook nooit in getraind, in de laatste, ja, bij, bij, bij Rick elke dag, bij Peter nooit. Nou oh ja, dus ik heb er al zeker vijf jaar niet meer in getraind. voor deze te voor voor doen moet het, toch gewoon, dat moet het toch gewoon kunnen dan. Ja, maar dat, 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 dat tempo, dat ligt mij dan... Dat is gewoon zo natuurlijk dat dat, dat dan wel gaat. Ja, want dus ik, ja, ik zag het dan meer zo als, als zijnde bevoorrecht, hè, zo een beetje een VIP-plaats, want ik, kon even, ik liep even mee met u. En dan ik zei nog van, ah ja, ja, ik weet niet hoe Nienke Brinkman zich voelde. Eh, slechte maas ik deed tegen Steppen van kom zit die wachten uit de wind ja, en dan uh, en dan dus, eh, PG loopt weg uh, de Dragonfly gaat mee dus ik weet, oké okay, PG dus uh, uh, crosser uh, aan het spelen geweest op 500 1500 meter de Dragonfly 800 meter gelopen en dan Pieter, wie naar Bello Galico. <laughs> hmm. Wie zou het halen? <laughs> dat is zo, als je zo een beetje afstand daarvan kunt nemen. Ik denk had ik ze nog zelf zo wat in de... Dat, dat dan nog zo wat dat ding had geweest. Want ja, bij mij weet het nooit helemaal van in welke staat, van, in welke planning zitten men. Het en... was ook een beetje uh, geïnspireerd door Pedersen, dat ik ervoor in de Ronde van Vlaanderen. Beetje... Ook een, een domme nee, beslissing genomen. Van, <laughs> van opsporing, dat ja. je eigenlijk op dat moment weet van de Mathieu heeft de koers hier al gewonnen. Dat heb ik dat hè? Ja, Pieter was ook de Mathieu dan. Ah, wel ja? Oh, ja, maar okay. ik was op voorhand... dus mijn doel was effectief wel sub 4, maar ik dacht dan, oké, okay, ja, voor u gaat dat moeilijk zijn omdat je de, de Giant die daar gedaan hebt. Ja. Dus va. Maar dan zag ik aan de start bijvoorbeeld de Jelle Janssen en uh -huh. de Bart van de Brokkellopers ook. Ja. Dus ik dacht op voorhand van, oké, okay, we gaan hier zo met een viertal, vijftal max, zo voor die sub 4 en we gaan eigenlijk in groep uitlopen. En wie weet, op het einde gaat er nog iets gebeuren of zo. Dus ik was totaal niet in mijn hoofd met een soort... Allee, ik was ook gerust in het begin van, ah, ik heb die GPX niet, dat maakt niet uit. Ik had altijd wel bij iemand samen lopen. Dus uh, het is toch wel anders uitgedraaid dan ik had gedacht. Maar zou dat willen, zo in groep? En dan zo moeten sprinten voor wie dat gaat. Nee, gaan, want... Eh, de 58 km, Want dat spreekt af dat je samen onder de vier uur finisht en dat je niet gaat sprinten, het is toch geen wedstrijd. Ben Wat ben perfect zou mogen, was perfect jaar, zou mogen voor een FKT. En bij de Jogle we zouden nu dan gewoon met vier op één zetten. Vorig jaar hebben we het zo gedaan, uiteindelijk. Ja. Brent en ik samen. Ah, okay. met, samen. Ja. En je moet gewoon samen hè. Ik heb dat niet benaderd als een wedstrijd, op, dat, op die manier eigenlijk ook niet. Okay, ik had het okay, nog wel tof okay. gevonden. Ja, eigenlijk moet de de het meer he, zien als je het Nike. De, is het? De, two de Sub 2. Ja, <laughs> ja, zo het telt, moet het. Ja. Het uh, telt niet echt, maar het, is, het telt wel. Dat licht. van ons telt ja. ook niet echt. We zijn ja. Ja. officieel geen wedstrijd. Ah, in, ver, de druive, in de Dravemarathon moest ik naar de Wim van Sport Events gaan afdreigen om ons met drie samen op de derde plek te zetten. Dan Alice ik die wou daar nog zeggen van het moet één van de drie zijn. Dus ik wist niet dat dat in de trail scene dan toch een ding was. ja kun, nee, maar kun deze je dat ingeven? En, op, dat is niet echt, de trail scene. Euh, een FKT is, is een andere regel. Als Nee, dus, en dat je eigenlijk... kunt dus echt gewoon als groep zeggen maar, en jij dat al. Ja, ik ja. ben een FKT, maar inderdaad, ik zie de jogclub ultra ook niet als zo een, een wedstrijd, wedstrijd. Allee, want. Klopt. Op zijn er ook mensen tegen mij van, ah, en ga de winnen. Maar ik dacht, ja nee, ik ga proberen sub 4 en Dat is het doel, ja, niet van winnen of, of, of tweede kom, of derde. Kom daar zo een lijst van of zo. zo gouden plakkaatje boven de boven het toilet hier of zo. De, de mensen die ooit sub 4 gelopen hebben op de U. Voorlopig kan dat nog. Oeh, is dat zal wel nog. Ik heb Barclays gefinished. Ik heb sub 4 gedaan op de JU. Ja. Maar ik denk de komende jaren, als, als, als het wat beter ligt, en zo, dan. Ja, maar nee, die sub 4. Maar, hoor, ja. Het is ook een beetje gelijk. Barclays Volgend jaar is dat. Sub 3,45 of oh, oh, oh. sub 3,50 of zo. Hè. Ja, en ik, ik weet niet of je uit het reglement goed hebt, want het is ook een beetje zo. Uh, wk Cyclocross single speed. Als je sub 4 loopt. En dan moet je een tattoo laten zetten. Dat is ja, in de algemene je... voorwaarden. Hè. Ja, maar dat is prima. Ik vind dat nog wel tof. Ja. Dat zou wel de max zijn, hè? Hoe je dat heb ik gezegd. Maar moeten volgend we moeten dan een tatoueur aan de finish voorzien. Of iemand die doorgaat als ja, tatoueur. Zo, ah, ja. zo ijs, nice, zo, nice, zo ooit de overwinning weggeschonken. Op, twee, op 2K singlespeed. Hè? Dan je, je moet een tattoo laten, dan je een toelaten, laten snappen, dat wint. Ja. En dan tweede geworden. <laughs> ja. Um, ja. Zijn er nog dingen, Sepp, die moeten aangehaald worden? Of? Oh, een beetje voor alle verhalen van, van mijn kanton. Dus um, inderdaad, een Bart, denk ook nog tegen. Wat ook viel, een Bart, een Bart kan niet in de modder en niet bergaf lopen. Nee. Maar niet. Dus die stapte. Dus je liep ah, echt, echt indrukwekkend hard bergop. Maar dus, uh, we, we, wel even zeggen, chapeau wel wat. Alleen wat dat hij dan uitkomt. Hè, als ja, ja, maar Bart is, is, is echt wel een goede ultraloper ook. Hè. Ja, ja, en een zotte marathonloper die, ook. Die he. loopt dan ook gewoon uh, op zondag naar marathon. En dan op woensdag komt hij de intervaltraining meedoen. Uh, ja, ey, aan de finish vertelde hem zo'n beetje aan mij wat dat hem allemaal gedaan heeft. Hij oh, heeft ja, ja. wel een stevig gestel. Ja, hij zit ook in de militaire ploeg, denk ik, van het van lopen. Ah, ja. Dus uh, daar is een stukje mee meegelopen. Uh, wie ben ik dan nog tegengekomen? Uh, de man die juist achter mij is gefinisht, Boeby. Uh, Sander Van As? Ja, Sander. Uh, man van Lokeren? Ja, mooi, mooi verhaal dus. Uh, Sander komt bij mij, vergezeld. Met zijn, zijn vriendin, en hij is oh, dan gewoon zo aan het babbelen, want mijn theorie is, als je babbelt, dan zie je hem minder af. Dus ik, mm -hmm. ik was vooral ook veel <laughs> zelf aan het vertellen, want ik had een klein beetje een overschot. En uh, hij vertelt dus dat hij momenteel uh, in verbouwingen zit en dingen, zo, en ik zeg, oh ja... Wel, verbouwen, altijd een beetje rouwen als, als, <laughs> uh, als koppel, toch niet het makkelijkste. Oh, ja. Maar uh, ik zeg, uh, ja, ze weg, want het is al een beetje een relatiecrisis geweest. <laughs> want zijn vriendin was de verkeerde richting vertrokken. De ju en had hem dus heel moeilijk gevonden. Hij had al moeten bellen om ze te vinden. En dus ik loop met hem samen en wij kwamen aan onze rivercrossing. En ik zeg, ja, dat gaat hier weer mislopen, want dat, dat meisje moet... moet Motor, da daardoor, ja, we gaan die, we gaan die kwijtspelen. Dus uh, ja, ik vrees het toch een beetje dat dat een serieuze relatietest was, <laughs> zo mee fietsen. <laughs> en, uh, ja, ik vroeg aan zijn vriendin, uh, heb je alles meegefietst En ze zei, ja, nee, grote stukken, maar niet alles. Uh, ja. Nu weet ik ineens waarom. Ja, en dan, een heel, heel schone foto, uh, zaten zij samen op, de, op, het, op het kerkhof achteraf. Dus ik echt een beetje rouwen. Ja, ja, ik... Als je het overleeft, is het wel echt een relatietest. Het, het kan je alleen maar sterker maken als koppel. Dus dat was, dat was toch. En dan kom ik aan bevoorrading 2 en dan was ik zo een beetje aan het wachten: van, ah, met wie ga ik aanpikken? Dan kwam er echt een groep van de mannen vacht. Ik zeg ideaal. En dus ja, iedereen vertrok zowel op zijn tempo. En dan heb ik zo wat gewacht om wat mensen terug daarbij ter, ter, ter te brengen. En ik zei: ja, man nu is het echt een heel saai stuk. Uh, echt goed dat je nu wat bij hem bleef. Dat was echt het laatste wat die gedaan hebben. Dus om gewoon de hele die groep uiteen te vallen <laughs> langs de vaart. Ik dacht echt van: ah jongens. Um, dan is er een heel stuk meegelopen uh, met Tom die de, die de podcast niet kende. Dat is straf, hè? Alleen dat is. Dus, hoe, dan hoe zijn er grote worden. Ja, ja hoe je... werkt dat is echt. Dat kunnen nu de jullie niet, ook kennen. niet. Allee, kennen, maar de, Alwel, de podcast niet. En ik, ik, en ik zei: ja, een vriend heeft me uitgelegd dat dit iets voor mij is. En ik zeg: en hoe heet u mijn vriend? Dit. dit. Dan, <laughs> al, al dan uitgelegd, zei, ja, het is gewoon lage instap Ultra. Uh, het is niet echt een wedstrijd, maar er zijn toch goede lopers. Ik zei, ah, ja. een mooie een omschrijving. Mooi Goeie ja. uitleg. Um, dus uh, allee, ook, wel, allee, ook wel tof dat hem. Uh, en hij uh, ja, had ook als nummer 42. En um, uh, ik zat ik was al oh, nee, straks jongen, dan, gaat het, hè, dan gaat het voelen want 42 en je gaat, gaat zien en uh, uh, we waren dan juist iemand voorbij gelopen die nummer 35 had en ik zei oh, zie je die die net er al van hè, zijn afstand <laughs> en, en hij zei zo heel heel wow, ik denk nu niet dat dat veel gaat geven keer 42 kan dingen en ik zei oh jij kent Karma niet zeker ook een heel goede loper <laughs> uh, dus ik weet niet of hij zijn eigen nog eens tegenkomen ik heb hem niet meer gezien want ik had gezegd van bevoorrading drie, ik ga je dan, allez, ik ga je dan laten lopen. Ali hij liep het te, te rap voor mij om het, om het nog leuk te vinden. En dan heb ik de, de Gert Hemerijk uh, meegepikt. En die in, uh, die in over de meet uh, getrokken. Nee? Ja, we, we moeten we aanvangen met de Christophe Roos. Ik had hem ja. even oordeel Of oh, hij genoeg kilometers gelopen, maar ik heb die toch zien afsteken op een bepaald ja, moment. Hij, hij, hij is voor mij gekomen, maar hij heeft mij nooit ingehaald. Dus hij, ja, hij, is, hij heeft de, aan, aan de Acacia-laan, weet je dat zijn ja. Dus je loopt de steenweg op En dan moet hij eigenlijk doorlopen tot aan de, ja, de paardenwijn, waar dat al is, een Shetland-pony. Ik een groene mountainbikepijl, gewoon recht rechtdoor. Ja, maar de... ja, 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 en, en die draaide daar niks ja. af. Want want heeft hij ne ne heeft nu een Google Street View-foto doorgestuurd ah, ja. van die pijl. Oh, ja, maar die, die dat is nou, de enige pijl die ik echt gezien heb. En uh, er waren twee mensen bij mij, en wij hebben daar met drie staan roepen op Christophe, van Christophe, is hier gezegd fout, maar met die steenweg of zo, hoorde hij dat niet? En uh, ja, uiteindelijk zag ik dan achteraf in de, in de uitslag, want ja, ik heb de top 20 zien passeren, hè. Christophe liep niet vijf en op die momenten. <coughs> Oh nee, is, is, is uh, mij, Sander en, en Gert op zo ja, afgestoken. Er, ja. Ergens te Ja, een stuk afgestoken of zo. Maar dan Bobby zei in uh, een Bram heeft het meebeoordeeld dat, dat hem toch meer dan 58 jaar afgelegd ja, uh. heeft. Ja, uiteindelijk. Ik, het, 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 allee, oftewel loopt, hij loopt voor, voor een tijd. En dat zijn de regels van FKT. En als hij zijn een ding die, dat zijn dan dingen indient, als FKT gaat dat niet goedgekeurd worden. Uh, maar als je komt voor de Zoek Ultra, dan is het ja, Ultraloper worden ja, gewoon. Ge Allee, geslaagd, ja, ja. juist daar, Bobby. Klopt, klopt volledig. Uh, en uh, gebruikt dan als excuus bij mij na de finish dat hij normaal draagt met een bril, nu had hij hem lenzen in. En hij zegt: Ja, als ik lenzen aan heb, dan lijkt het dat de frames per seconde trager komen uh, in mijn ogen. Dat is een soort cafeïne dat je gaat pakken. die wil ik ook dan die espresso's? Dat is wat. Maar dat hem daardoor moeite had met op zijn want hij had de GPX zelf ook. Maar ja, dat was hem. Hij was echt zo vol overtuiging. En die deed nog teken aan mij: het is hierop.' En ik kijk op mijn GPX, ik denk toch twee keer zien. Man, nee, dat is hier gewoon echt hoor. Maar hij zei ook wel, achteraf, dat hij niet wist hoe hij moest zoomen op zijn En als hij verkeerd ingesteld zat, dat kan wel heel ambetant zijn. En dan is dat eigenlijk, de wegskeuze dat je loopt, loopt heel dicht bij elkaar. Maar dan zit gewoon een berg tussen. Maar het is zo'n automatische zoom. Terwijl bij mij is dat hij en dat werkt wel redelijk goed, vind ik. Ik zet die van mij altijd op schaal van 50 meter. Ik ook gewoon. Goed, dat is dan alleen voor het lopen. Ja, alleen voor het lopen. Die piept toch hè? Ja, en eigenlijk ik heb al, al het geluid en het van mijn alles afgezet. Ja? Oh, ik er ja. Zot van. Ja, nee. ja, maar sorry jongens, maar het kaartje staat ook gewoon op de nummer. Hè. Ja, ja. Oh, nee. maar Ik heb op een bepaald moment ook mijn gsm boven bovengehaald om, om de route nog eens te checken daar aan die spoorweg. Maar ja, op Garmin, als je dat kaartje hebt op je gsm, dat zegt niet waar dat je bent. Nee, nee. Dus je gewoon het kaartje hebt, moet Soms al inzoomen. Soms wel, Ik denk dat dat van je privacy-instellingen afhangt. Want ah. ik heb al gereden met de Garmin ja. Connect app open, met de auto bijvoorbeeld. Als ja. ik uh, een wedstrijd moet... Dat ik de gpx van de wedstrijd heb en dan kunnen zien, ah, ik moet hier afsteken en dan kom ik terug op de route naar de stad. ja. denk dat je privacy-instellingen dan wel moet ja, aanpassen. Ook, ook nog niet vermeld, uh, Molkensberg. de eerste dame zien passeren, En Amai. Die, daar zat ook uh, veel sneeuw op. Als hij binnenkwam, die, 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 die zag je er ook nog. Heel ja, fris die, uit, vond die was ik. prima, ja. want die heeft mij zelfs gelken aangeboden. Ja. <laughs> ik was ook uh, onder de indruk. Ik weet niet of dat... Eerste dame, hoe uh, Babette. Babette hè. Uh, ja, een, een bekende naam? Of, of, uh. want, allee, dat... Ik ken ze niet. Dat... Ja. Ik ken niemand in een d ik, ik, ik. ik zou denken dat jij ze misschien zou kennen ja, van D-dag ja. of zo. Alleen nee, dat is toch... niet van een d plus Nee. Dat uh. het toch niet in Leuven. Fan van de podcast, zei ze, maar hoe? Ja, voilà. Dus oh, nooit ja, voilà. gespeerd over de door... Welke tijd had ze? Uh, ze was om kwart voor twee, was ze binnen. Dus 4 uh... <laughs> <Vier> uur 46. <vijf. laughs> en... Paar seconden, nee. en 30 seconden. Dus. Ja, maar je zag er vooral nog ja, heel fris uit als hij ja. liep ook echt snel binnen zo, en, en niet onder de indruk of zo. Die zag er gewoon... Ik denk, ik ben gaan opzoeken. Ik denk dat Hilde vorig jaar de eerste vrouw was, Hilde ja. de Vader. En dat die rond 2 uur binnen was. Ze is een kwartier, 20 minuten sneller dan Hilde ja. vorig jaar. Ja, Hilde was er dit jaar op de fiets hè, ja. met, met Kirsten. Wat daar goed was, want dat, die zorgde dan echt voor veel sfeer aan ja, de finish amai. gewoon al door het geroep en het ja, enthousiasme. Ja, dat, is, dat is bij een uh, de pleziën zeg ook. Alleen dat is vooral Kirsten, als die erbij is, dat weet je meestal van op een afstand. van uh, <laughs> is erbij bij of is er niet bij. <laughs> uh, maar dat, dat was gewoon. Dan zijn er zo mensen die, ja, die kwamen kijken. Oh, dus, hier is echt veel sfeer. Maar dat waren vooral Hilda en Kirsten die. Uh... Dat is al wat genolgen. Ja, ja. Ja. ja, maar die hebben ook wel gesukkeld in de modder. Ik had voor filmpjes ja. gezien op, uh, ik weet niet op Instagram of Strava, ja, die echte diepe modderstukken, dan moet je toch wel goed kunnen mountainbiken om daar mm. geen voet aan te hand. Het is officieel een mountainbike route, hè? Toch even... Ja, en, ja, en nou, uh, ja, dat hoort erbij. Waarschijnlijk uh. ja, met mensen die weinig mountainbike ervaring hebben, daar er met veel te veel bandendruk door. Uh, ja. Wat het niet makkelijker zal maken. Nee. Het lag, het, lag wel, het lag wel zwaar. Hè. Dat, uh, ik heb het met de, de gravelbike, ja. met Sliks uh, wat, gedaan. Te, uh... Wat denk je zelf dat je rapper zou kunnen als het trooklicht? Ja, denk de nou, ja. ja als het de de ik zou. Ja, dat veel rapper, ja. een minuut of ah. oh, Dat durf ik niet zeggen, want dan hang ik eraan boeiend. Dat is <laughs> een beetje waar ook ik geen wil zijn. Het volgende doen we toch die 3,59 de kilometer lopen. 3,59 per kilometer? Gemiddeld. Op wat komt er dan uit van eindtijd? Uh, dat weet ik niet. Dat weet ja, ik ook dus dus 7, 4 is 407, dus dat is dan 8 seconden per kilometer, maal 58. Ik ga verder. Ja, uh, <laughs> goed bezig, PG. Uh, ja, want dan kan een haast wel van pas komen, Allee, zo, dat je dat ingedeeld haast ja, van dan je iemand achter de rug. Ja, maar nee, je kunt alleen. Ik, eh. <laughs> ja, jij, ging uh, je, jij ging je trainingen terug op Joppikke, zeggen? Ja, het zal moeten, want ja, de zaterdag mag ik terug aan de bak. Wat? Ah ja. Oh, pink, hoeft die, hoeft die Oef. Maar ik denk dat je dan vooral, Verhalen, ik denk dat je dan vooral dat je moet, dat je moet met, met geen trailschoenen meer lopen, dat dat dan nog heel veel winst kan, ja, kan zijn. Opgelopen. En als ja, een trailschoen remt toch altijd wel wat. Op die stukken, die verharde stukken, kun je echt wel met met, Ach, met goede baas En, baans, en dat, baans, gaat, dat gaat als als niet te mond. Ik heb, uh, ik had nu zo die, ik, ik weet niet of mijn berekeningen en dat hielp dan wel op die goed beloopbare stukjes. Hè? Maar ik glij wel heel hard in, in de modder. Maar ieder, het, het is echt gewoon klein ook. De, ja, en ik ben wel altijd van de overtuiging dat als het zoveel modder is. Allee, ik heb ook wel zo van die Salomon Speedkosten, maar allee, ik loop eigenlijk met andere vooral. En die Speedkosten die hebben heel veel grip, maar vanaf dat er echt veel modder is, glijden het toch echt. Alleen ja. je, je hebt geen Spike-trailschoenen, uh, dat bestaat bestaan. Nee, dus. en het is, ook echt, het is ja. ook echt klein waardoor je, je profiel gewoon dicht ja. zit. En, ja, je hebt, je, hebt er, je hebt er wel een. Ik heb er zoiets een getest die een Amphip van Scott. Maar dat, vanaf het moment dat dat zo geen modder is, is die aspect glad, omdat ja. die rubber te hard is. Maar die heeft wel een goed profiel om echt te bijten in diepe modder, maar dus dan kom jij op een nat stuk beton of een kassei ja. en dan glijd je daar keihard op. Dus het is altijd valide. Ik heb uh, berekeningen gedaan, maar ik weet niet of dat ze juist zijn. Dus jij zei 8 seconden moet rapper lopen gemiddeld per kilometer. Per kilometer. Ja, maar 58. Dus maal 58, 58 gedeeld door 60. Ja. ja. Klopt dat? Goeie. Ja. ja? Goeie. Dat komt uit op 7,7. Um. <laughs> wat zijn we daarmee? Ja, dan heb ik niets gezegd, Min 4 uur. Dus Min 4 ja? uur? Dus 7,7 minuten? Min de 4 uur. dus zie er afronden op 7. Dan? Drie, dus maal 60? Moet ik nu nog eens. Maal ja, nee, dat, is, dat wordt heel complex. <laughs> maar dus pakt, uh, je pak je drie, gewoon Armin Pro 352 of Armin Pro en tikt in. Dus 352 gaat er op uitkomen. Ja, zoiets. Ongeveer. Zoiets moet mogelijk zijn. Uh, ik ga gewoon... Ja, ik ga dat Peter baseball. het al gekund als het droog had geweest. Ja. ja. Ik, ik, ik... Heel goed van zo op mijn limieten op, maar dat is dan wel mijn... Ik denk dat ook bij, bij, bij wat ik qua erva... Allee, beperkte ervaring met een marathon heb, dat ik in Rotterdam heel hard... Ik had mijn tempo en ik kon dat echt lang aanhouden, maar dat moest geen tiksje sneller zijn. Ja, dat was echt zo mijn plafond. Ja. En daar heb ik een hele lange kan ik heel lang op doorgaan. Dat heb ik ook al. Uh, Oudein, ja. doe jij uh, voor die Garmin-Pace voor in je gsm-app? Uh, <nacht> ik heb... Ja, ik heb... Hoe had jij dat anders gedaan? Uh, ik heb dat hier opgezocht en hier zegt: open de Garmin Connect-app op nou, je ja. telefoon. Ik heb nog een hypothetische vraag om de, de 345 misschien dan toch ooit mogelijk te maken. Ja? Zou ik... Dus ik zou in theorie dan mogen lopen volledig met flasks en alles erop en eraan en dan bijvoorbeeld Pieter zonder rugzak en hem dat aangeven. En mm -hmm. dat ik gewoon zorg voor zijn bevoorrading. Ja, dat, we hebben dat toch... Dat zou tellen voor een FKT... Support Supported, Support ja. Supporter, ja. ja. Of, alleen, je pakt iemand met de fiets, hè, maar ja... Dus, doeltempo Drie... 59, hè. Want ja, dat doet wel veel, hè. Mm -hmm. ja is geen ja, Dragonfly zonder zijn rugzak. Ik heb hem dat gevraagd. Uh, ja, oh, ja, maar die had zo zijn... zijn... Was dat AA drink of zo, in zijn, in zo, uh, in zijn belt van achter aan, aan, aan zijn gat. Maar ja, mij ja, stoort maar... als ik daar iets steek. Ik vind het echt niet plezant. Ja, maar, ook dat, dat: je kunt toch niet 58 kilometer lopen op AA drink maar, maar ik denk, wij, ik ben ik ben niet volgens mij, dat, dat je een ja. is dacht, gewoon een sportrank in een flesje. Ja, ja, want ik weet ik was niet zeker, want het was die kleur al sindsdien ja. een flesje lekker op? dus daar moeten mensen naartoe. Ik nu heb op, het flesje op bevoorrading 3, heeft hem flesje weggegooid, en ik mm -hmm. ben dat gaan oprappen. Het was ook groter als een flesje a oké. Ja, dat lijkt Maar op, de me. kleur lijkt inderdaad. Was ja. um, de jongste, is gemaakt 35021. Wat? Hè? Als je onder de 4 minuten de kilometer ja. loopt. Gemaakt ja, dat... gemaakt met een paceplan maar als snelste snelheid 3,46 en als traagste 4,16. Dus je traagste kilometer okay. mag wel traag Dat is ook wel stress. <laughs> dat is wel... Uh... Station onderdoor. Ja. Ja, maar het is gelijk maar dat ze ook gezegd. Dat ja. je toch echt wel, echt wel 3,40 kunt bollen. Ja, okay. maar dat is zo, ik, daarmee had ik... Ik had u graag eens zien lopen echt op dat paceproplan, want dat zegt echt elke kilometer. Hoe... Maar dat houdt alleen maar rekening met hoogtemeters, dus niet met modder. Nee, ja. Dan moet het echt wel droog liggen. En dan kun je uw verval instellen. Zet hem maar ook. Ja? Ja. Ik heb dan een uitgebreid. Probeert verval is zo. Volledig. Heeft dat zin? Ja, dat gaat dat ga niet. Ik heb dat ene keer eens geprobeerd en dat toen werd ik daar redelijk zot van. Uh, omdat ik toen een, een bepaalde BTRIEL-score probeerde te halen. En ik had, mijn, ik had dat toen ingesteld. Ja, je kunt dat op voorhand berekenen hoeveel wat je moet lopen om een bepaalde BTRIEL-score te krijgen. En toen heb ik, dat geprobeerd. maar toen... Toen klopte dat niet echt. Maar dat is dan qua snelheid dat je dat uitrekent? Want beter ja. trail is dan niet op basis van je tegenstand? Ja, ja, maar ja. je kunt ook op snelheid... kunnen. Uh, uh. Snelheid en hoogte kunnen ook al een bepaalde score krijgen. Ah, oké. Okay. Maar inderdaad, de meeste punten krijg je ook door, door je tegenstander. Ja, ja, ja. Uh, toch ook even zeggen... Het was nu de tweede officiële editie. De derde met de, onze eerste onofficiële editie bij. Oh. Uh, we zijn begonnen, toen heeft Koen Vijs het tactisch gespeeld. Door en te En is te laat gekomen en dan naar de groep toegelopen. Dat is nog niet voor volgend jaar. En uh, die, die, uh, ja, die... De FKT toen was 5 uur 23. Vorig jaar hadden je dat dan op 4 uur en 1 gezet. Zappen. Uh, maar die 5 uur 23 was wel... Tot bevoorrading drie, samen uit, samen thuis. Ja. Dus altijd wachten en... en Bevoorrading buiten. Enig wat die groep. Ja, ja toen eigenlijk... was ook de bevoorrading. Was toen, toen moesten van de route af. om aan de notto te geraken. met de bevoorrading. Um, ja. We zijn wij de notto gaan parkeren. Zo op het erf van een boer. We kwamen eraan en die begon over de oorlog tegen ons te babbelen. <laughs> die boer was echt wel zo'n figuur dat we hadden kunnen meenemen in de, in de, ja, in de het cult, de cult oh. van de wedstrijd. Er was er nu ook een. Ik, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Uh, maar dat is zo'n passage waar dat... De bordjes van de wandelroute, dus niet iets van de mountainbike route, maar wandelroute vlak voor. Dus als je richting de derde bevoorrading gaat ja. gaan zetten, dat je zo bijna precies op, door de mensen en oprit loopt. Ja, wel, ja, ja, dan, ja. dus Dat is ook de mens die alle pijlen altijd weghaalt. Oh, ja. weet, die was, dus ah, wel, maar die was van voor in zijn huis aan het werken en die zag mij passeren en je zag die echt al zien: van, wat doe jij hier? En ik dacht, in mijn eigen mijn vriend, jij gaat nog een lange dag tegemoet. Ja. Er komen er nog ja. 200. Ja. Dat, is, dat is dus de man die altijd de mountainbike pijlen. Uh, nee, is dat daarom dat daar, daarom geen mountainbike pijlen hangen? Ja, die, ja, ja omdat, ik, hij verwijdert. omdat hij die verwijderd verwijderd Want ik vroeg me dat al af, van, daar hangen er geen. Ja, nee, hij nee, de... trekt die palen altijd uit. Hier heeft iets tegen fietsers, dat blijkbaar. Dat is ook de enige plek waar ik gewoon op de palen de pijl heb uh, gespoten. <laughs> omdat ik dacht, ja, als ik dat, op, dat, ja. die ga, dat is de eerste die die, okay. die gaat wegdoen. Uh. wel ik had het door als ik weer passeerde. Ja. Maar ja. die een lange lang dag gehad. Dat dacht ja. ik ook. Maar blijkbaar uh, lopers zijn lopers oké, okay. zijn het vooral fietsers die hem haat. Uh, uh, ja, er is al er... een fietser bij mij op dat moment. Want ja. een, een, er liggen ook bomen en zo over dat pad. Waardoor ja. je minder goed kunt erover fietsen. Ja, ja kijk. Maar, trouwens, de Koen Vijs is dit jaar uh, ook weer op, um, op gewone wegschoenen gelopen. Hij doet dat vaak dat, bij een de, ja. Dijpelzinzag de, de doet hij dat ook vaak. Ook als het zo echt smerig ligt. Dus, ja. Zo progressie mogelijk bij de Koen. <laughs> Ja, maar hij was, was ziek ook nu, dus hij ging sowieso niet doorlopen. Hij was ziek geweest. Maar mijn z'n zus gefinisht, denk ik. Ja, ik zag het. Ja, dan, uh... Ah, dat is uh, een schone foto, hè? Ja? Ja, ja. Heel mooi. Ja, immersief aan de gym ook, trouwens. Ja. Dat, uh, ook een lange dag voor de mensen. En ja, dat marcheert ja. wel goed, hè, met, met de foto direct krijgen, ja. ja. Ja, maar alleen... Um, ze liggen hier ook nog op tafel, dat is een overschot van vorig jaar. Er zijn toch veel mensen die dat ofwel niet willen hebben, of vergeten van mee te nemen. Uh, ik zal die van een DPS-dienstag eruit pikken. En ah ja, dat is goed. Ik <laughs> kan je eigenlijk die van deze jaar hier ook op tafel leggen, maar ze liggen nog ook meteen op de keukentafel, denk ik. Um, ze hebben nog uh, dingen dat we moeten aanhalen waarom dat je denkt of zo? Um. Uh, nee, misschien is, is, is uh, na volgend jaar toe, Bobby. Uh, en, en, ja, Komt kom er, kom er een vervolg aan. Uh, ja, aan het en, en we zitten volgend jaar waarschijnlijk met het EK in Leuven. moeten we EK in, ja? Gravel? Of nee? Nee, uh, Marathon. Is dat ah, dat? Niet, dat? Uh, dat is, in, dat is 9 april, 8 april of 9 april of zo. Dat dat staat in mijn gsm. Ik ga opzoeken wanneer dat pas maandag volgend jaar valt. Beangstig het jullie het, uh, het, de verdubbeling elk jaar. Dus uh, Op, op maar, deze trend maar, is dat volgend jaar 400 deelnemers? Ik, ik denk dat we moeten. Maar, nee, nee. Je moet het eigenlijk zien als een op twee jaar tijd een vertienvoudiging moeten zien. <laughs> dus, uh, <okay>, Beangstig <laughs> dat die dan? Maar ik denk, we hebben nu een trail gezien. Hè, <laughs> maar als er duizend man komt, ja. We hebben wij wel een groot probleem, natuurlijk. Ja, want de Nico, ik stond dan vlak voor de start naast de ja. Nico, en die zei al van, ho, dat is toch een pak meer volgens vorig jaar, hè? Dus, ja. 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 Nee, ik... ik maar ik, hij zei ook wel, als je dit soort evenementen als dorp in je schoot geworpen krijgt, dan moet we omarmen, dus allez, er is nog nee, hoop. Dat denk ik ook wel, maar ik denk ook wel, uh, op, sommige, op sommige punten lopen we de kantjes er ook wel wat af, omdat ja. het niet echt een wedstrijd is, en we hebben... We, op de Steenweg? Ja, maar goed, dat vind ik, dat, vind ik, dat kun je nog duidelijk zeggen. Uh, Paasmaandag 2025 is pas 21 april. Okay. En dan uh, ga... is 13 april. Oké, okay, dan hebben we geen problemen. Ah, wel, want dat was ik ook nog aan het denken. Uh, er was op VRT Nieuws of zo een heel artikel gewijd, alleen echt in, in het nieuws op dat moment, over de grote populariteit van het marathonlopen. Uh, Sporza Daily heeft er een podcast gemaakt, met, met Christophe, Christophe. In. geïnterviewd. En ik dacht, ja, mijn mannen, jullie zitten allemaal verkeerd. Marathon van Gent, het grootste loopevenement van België. Ook maar omdat dat een week voor de Joclup Ultra valt en dat de perfecte voorbereiding is voilà. op de Joclup Ultra. Allee. Amen. <laughs> ja, uh. ja, ik heb wat dat betreft mijn trail van volgend jaar het weekend voor de Legends gezet. Ik denk, alle d plus al direct aanwezig. Ja, alleen. wanneer, wanneer, wanneer. Die uh, hebben al een datum voor. Uh... 22, 23 februari. Zou zouden jij nog, zoude nog meer volk hebben? Ja, maar na twee dagen dan, want ik denk niet dat ik op één dag meer, veel meer kan. Ja, zeker niet als het regent. Uw feeststijl stond nu al. Dat was gezellig, hè? Ja, ja. overvol. Ja. Ja. Voilà, over. Dus het was gezellig. Nu... Uh, het is, het is ook gewoon een idee, maar we kunnen ook zeggen. we beperken het. En we, we, doen doen een, een we doen een loting. Of we doen een kwalificatiewedstrijd. Of, denk, uh, de hoogste de hoogste inschrijfgelden. Zoveel, de eerste 200 mogen, mogen starten. Ik ben er met 11 euro van afgekomen. Maar wow. ja, wat? De Jenhofti-trail dat ik nu zouden ah, ja. dat komen, dat was vanaf 1 euro vrijwillig inschrijven. En de, ja, dan, de hoogste? Ik denk dat, ja, hoe anders hebben ze dat bepaald. Ja, en wat doe je dan als je zegt: ik geef er. 10 en je zet er niet bij, krijg je die 10 euro dan terug? Of... Geen idee. Nou, dat zal toch wel, ja, hoop dus ik. Ja. <laughs> een systeem waarin dus de fermatour een qualifier is voor oh, wel, de Ultra. Nu is wat klanten. En dus, en dus, en dus ja, moet jij wel ja. geld aan ons voor ja man ja, nee, dat, dat valt te regelen, ja. qualifier Ik zal een lus bijleggen dat hoog, he? er zo... De Strava-segment. Nee, dat een 43er is. En dat is dan de qualifier lap voor... De Ultra. Gaan er geen nummers meer zijn bij de Zoofclub die lager zijn dan. Ja, dat is ook wel dan mist je een lage in instap. Ja, ik heb ook al zo gedacht: zo, je, moet zo, je moet echt zo naar, die zat alleen zo naar de, naar de. Je moet zo die prijs geven zo aan, aan de vijf kilometer op een of andere dingen. Dat, dat de prijs een startticket voor de zoogclub Ultra. Ja. Dat is ook nog wel <laughs> grappig. <laughs> Ik weet dat, de er die je ooit is, op zo gingen de korte ah ja, afstand. Just. En dan kreeg je het ticket voor de, voor de lange afstand. Maar, maar, maar vooral die deden korte afstand mee, Om omdat meer... hem eigenlijk gestopt was en toch nog iets wou doen. En dan deed het jaar daarna de korte afstand mee en dan won hij het ticket voor de lange afstand ja. het jaar daarna. Maar dat hem eigenlijk juist mee gestopt was. De... Ja, dus ja, dat zijn wel mogelijk, Alleen, hè, denk man, ik, stof, stof tot nadenken. Iets alsof. waar ik ook, wel, al ik ook wel eens aan denk is van eh, bij Logalico, gewijs, dan nog eens een extra tour omgekeerde richting doen. Dat is nog interessant. Dat is interessant. En Alleen, ja... Doen maar doen die dan dat, wel dat een, support een, lange <laughs> een, lange, een lange versie. Ja, maar een... dan, do dan doen we die wel een supported, want anders zijn onze bevoorradingsposten... Zijn Hoe zeg je dat? Vliegend? Alleen zijn... zijn, zijn de, moeten, de ene moet de andere nog wat gaan backuppen. Ik zal zeggen... Um, ik had... Uh, ja, de tonnen voor de bevoorrading, ik had er drie hier thuis liggen. En ik was die ochtends beginnen vullen, daarmee dat ik eigenlijk tien minuten te laat was zeppen maar... Um, in een van die tonnen zat een lek. Dus mm. ik had dan... Ja, die ton die liep gewoon leeg, terwijl nou, dat ik dat aan het vullen was. Uh, waterschade op mijn parket. <laughs> en ik had dan die ton aan de kant gezet, maar die was niet helemaal leeg, dus die is... ...verder leeggelopen, terwijl ik dan vertrokken was zonder tonnen, maar ik dacht... Ja, ik loop niet mee, dus ik zal die tonnen komen vullen als iedereen vertrokken is, en dan breng ik die naar bevoorrading 2. Want die moesten naar bevoorrading 2 gaan, die tonnen. En uh, we staan op bevoorrading één, en ja, we staan daar redelijk lang want we waren aan het wachten tot als de laatste ging passeren en we zagen op je trekker dat jij daar bijna ging zijn. En dan dacht ik, fuck, die tonnen staan nog bij mijn thuis. <laughs> daar gaat volk aankomen en dan gaat geen drank zijn. Uh, allee, maar de, de, het water was er, maar de tonnen voor de sportrang te mengen was er niet. Uh, dus heb ik bij de Pierre een ton meegenomen. Ik dacht, de me het meeste volk is er gepasseerd, dus met één ton zullen ze nog wel toekomen. Dan zijn wij in aller lab bijvoorbeeld in twee gereden. Maar dan ja, hadden uh, Valérie en zo toch al het slimme idee om gewoon de sporthang te mengen in de waterfles. Eigenlijk dat bij hun op de trail gedaan werd. Uh, goeie nootoplossing. oplossing. Uh, zou uh, dat Valérie uh. daar stond dan. <laughs> ja, achter. Ja. Oh, uh, maar dus. Uh, maar nu, maar het zou wel cool zijn om dan nog eens omgekeerd. Maar dan moet je vroeger starten, eigenlijk. Hè? Dat dan ook weer. Ja. Dat wordt ook weer problematisch. Ja. <laughs> Want wij beginnen ook 's ochtends met een opbouw. Ja, ik weet het, ja, daarmee. Ja. Allee, ik besef dat, dat, dat je dan uh, nog wel hetzelfde werk hebt. Wacht hè? We ja, zouden zo kunnen zeggen: van We komen een start geven. Uh, zo in een donker. Om in een donker, 's ochtends. Voor degene die twee laps willen doen en dan zijn wij terug naar huis en beginnen we op te zetten seppen. Dan... Zeg je een korte die iets geslater later start als qualifier voor de lange? Nee. nee, nee. nee want dan... Het kan nog een ultra zijn hè, maar... en met dezelfde bevoorradings... Maar dan moeten je, als je kwalificeert, de dag zelf de lange nog lopen. Ah. Uh, zoiets dan. Want ja, ja. we zouden kunnen zeggen: we doen drie afstanden en dan hebben we meer volk, maar dat, wil, dat is eigenlijk juist wat we niet willen. Hè. Je wilt... ja. Nee, ja. maar het, was, het, was, het idee was gewoon om het dan dat stuk aan de vaart eruit kunt knippen. Dat vond ik echt een modderstuk. Oeh, en nu gaat... Het, dus, Michael Somers, eh, heel lyrische gedichten over de mooiheid van de vaart. Ja, ja. Hij ja, wel, ja. En bij ons zit dat er dan in. En ik, eh, ik kom dan met mijn groep en ik zeg, allemaal eh, hier, eh, de gekende vaart, eh, marathonlopers, Joris Kepes, eh, Michael Somers. Ja. Dat is hier wat hij... Ja, allee, ja, we moeten het toch een beetje mooier maken. Het idee van de vaart in de mountainbike route is eigenlijk niet zo. We, we wouden eigenlijk eh, zowel de fietsautostrade als de vaart erin, zodanig dat mensen van een ander dorp komen. Ja, Je kunt inpikken, want iedereen weet de vaart zijn. En dan... ja. Dat is eigenlijk het idee waardoor, ah, dat, ja, okay. het er, waardoor dat, dat erin zit. Maar ja. als loper is dat ja, een beetje lullig. Ja. Als straatloper is dat perfect, hè? Maar een trail. Voor de rest vond ik het wel een hele mooie tour. Ja? Eigenlijk ja, wel, ja. Dat verbaast me. Hallo. Ja. No? Als, als je nu dat stuk eruit snijdt, dan heb je toch bijna toch veel on, onverhard. Je hebt de parken, maar, dat een dorpje. Ja, wij, wij zaten erbij. Als het, de originele, wat de originele route was. En je hebt, je hebt eigenlijk voor alles ook wel een alternatief dat je off-road kunt lopen. Ja. Um, maar dat mag niet altijd. Gewoon, alleen dus. zo, ja, zo'n mountainbike dat is echt gewoon een compromis tussen, tussen uh, de mensen dat het, dat het dan uh, maken. Hè, wat dat, ja, zo wat de, de fietsende mensen in Ered waren met de mountainbikeclub De, de Mollekes. Uh, dan gaat uh, Natuurpunt daarover. Dan gaat Sport Vlaanderen daarover. En er zat bijvoorbeeld een trap naar beneden in. Yo, dat, dat wordt er dan uitgehaald. Waarschijnlijk terecht. Uh, ja. um, en dan is dat uiteindelijk de route. En dan duurt dat nog even, eer dat die, de gemeente die palen gaat zetten. Eigenlijk. Want bijvoorbeeld er is een heel stuk dat onverhard was, dat ondertussen al geasfalteerd is. Dus ja, dat... niet in de hand. En dat is natuurlijk wel het ding met deze event. je moet de route wel houden. Gelijk. Dat zie je. Mm -hmm. Anders is de Peters en een FKT ook niks meer waard binnen een paar jaar. Ja, dan staat hem wel. Dat is waar, ja. ja. Hij gaat dan gaat hij niet meer de, weg. De OGU. <laughs> ja. ja. Ja, dan moet je gewoon een nieuwe FKT aanmaken op de website. Hè. Ja. Ik heb dan deze ook aangemaakt. Maar het probleem ja. is: als je de route gaat aanpassen, dan moeten we ook toestemming voor. En nu is dat. Een... Uh, dus je mocht op die route sporten, hè? No. Um, ja, even naar de Pieters en loopgeschiedenis, of... Ja. Of dan, dan uh. een loopgeschiedenis. Ja. Dan misschien bij iemand aflevering oh. moeten doen. Maar... Ah ja. Jij uh, zei. Moet jij pipi doen? Ja. Uh, ga maar. <laughs> uh. In een trein is dat ook. Ja. ja wel, ik, uh, ik, uh, ik, ik Heb ik het u gezegd of zo? Ik, ik, uh, ik had hem zien lopen op de bel. wel ik? Ja. Ah. Hij had het gezegd. Dat kilometer 100 of kilometer. Kan er ja, maar... zoiets? Als je, oh, ja, hadden... dat, ja, dat weet ik echt niet meer. Ik weet wel niet waar ik op zien wandelen, maar ja, welke afstand dat was. Uh... En, en even later liep ik een stukje mee met een met Nivo. Met ja. En de niveau vroeg: hoe zien die voor eruit? En ik zei toen: de eerste, niks om te zien. De rest, <laughs> ja, zagen dat ze 100 kilometer hadden gelopen. Dus ja, inderdaad, Bello Gallico gewonnen in een, in een recordtijd. Uh, ja, ja. En niet onbelangrijk, de eerste man die de niveau klopt op een Bello Gallico. Ja, ja, dat is, uh, dat is de recente geschiedenis natuurlijk, ja? maar uh, ja, ja. Um, ik had wel, allee, als ik de Dembello startte, dat was een tweede keer dat ik die deed. Dan, het jaar daarvoor was dat mijn een eerste 100 mijl. Toen, had zo, uh, toen heb je ook gelo gelopen, mm. ja, dan was dat, zo, dat zwart uh, aan het vriezen was. Mm. Uh, maar nu, ja, ik, had, ik had er wel vertrouwen in dat dat goed ging gaan, maar... Ja, je gaat er altijd vanuit dat Ivo wint en dat je dan ziet waar dat je, allee, ja, waar dat waar dat je ten opzichte van hem finisht. dat is een beetje de gedachte. Maar ja, dit jaar zijn we heel snel gestart, ook met een redelijk grote groep. Ik denk nou dat wij met vijf of zes, die eerste 80. Allee, het grootste deel van de eerste 80 hebben gelopen. En echt dan, ja, aan een hoog tempo. Dat kon, allee, ik had het u ook nog gezegd dat ik toen dacht van ja, dat achteraf te snel... zeggen tegen mij in, in uh, de Rosenberg. Ja. Ik weet niet. Hoe helder dat je toen nog werd. Maar je zei, ja, ik vond het echt verschrikkelijk om zo in groep. Uh... Ja. Ja, ik, ja, ook om. Ja, maar je kent dat als je zo een, een, een ultra doet. Je dat dus wel onzekerheid. En zeker in het begin, je weet dat het nog zo lang is. Dus ik volgde maar en ik liep eigenlijk zo goed als niet op kop. Maar uh, ja, die mannen waren heel snel gestart. En dan ja, gewoon altijd zo gevolgd. En de Ivo was daar toen ook niet meer bij, want die was uh, verstandig, goed ingedeeld. Die was wat achter ons gebleven. En dan aan bevoorrading ja, halverwege eigenlijk. Um, was de eerste man die binnen was, was uh, die daar uiteindelijk tweede. is geworden, Jelle Thielemans. Um, die was eerst half weg. Maar die was heel erg aan het zweten. Dus je moest altijd zijn kleren eigenlijk wisselen. Die had daar redelijk mm -hmm. veel tijd voor nodig. En ik was dan iets na binnen en ik was heel snel terug buiten. Ik had dat op voorhand ook al in mijn kop gestoken, omdat dat zo'n moeilijk punt is, halverwege. Um, dan heel snel terug buiten als eerste. En dan beginnen lopen en dan was ik ineens veel meer op mijn gemak. En, en kon ik mijn tempo aanhouden en dan ja. Je kruist iedereen, dat is een ja, tegenstelling ja. richting. Dus je ziet wel bekend volk van de D-Dinsdag dan, vooral. Krijg je uh, wel aanmoedigingen? De... Ja, allee, maar toen, op dat moment, denk ik nog altijd: van... ja, eh, allee, dan, ik zal zien wat ik de niveau, allee, waar dat in mij inhaalt. Dat was nog altijd de gedachte zo. Um, maar dan, hoe langer, hoe, hoe beter dat al liep. En dan denk ik: uh, de voorlaatste bevoorrading op 40 kilometer, dan ging ik juist de bevoorrading buiten als dan een tweede binnenkwam, maar toen had ik het gevoel: van oké, okay, als ik nu. De marathon loopt onder de vier uur, dan heb ik een recordtijd en dan is de kans dat ik win. En ik had echt het gevoel, op een of andere manier, dat dat wel ging lukken. En ja, voilà, dan die laatste 40. Dat is bizar hoe dat kan. Dat je dan beter voelt dan in de eerste 80. Maar uh, dan ook heel veel vrienden en, en familie langs, de, langs het parcours die hebben aangemoedigd. Dus dat was ja, een unieke ervaring. Ik denk niet dat dat nog uh, ja. overklast gaat worden ooit. Allee. Ik heb ook ooit de op de Bellowne Marathon onder de 4 uur gelopen, op hetzelfde stuk als u, maar in de omgekeerde richting, en <laughs> uh, ja, dat is zo mijn pijnlijkste sportervaring. We was ook al een fly and die, maar dat is nu wel overtroffen. <lacht> <lacht> ja, maar als je uh. zo op koppelen, loopt, op een of andere manier, misschien doet dat wel iets ofzo, en, uh. en ja, het is ook een mentale sport hè. als psychologisch, allee, als je mentaal goed zit, dan, dan vlieg je op een of andere manier, en, ik heb zelfvertrouwen. Ik heb een ook op kop gelopen. Ja, ja. Je hebt nog toch niet veel goed gedaan. <totstuk> <totstuk> dat was te vroeg in de wedstrijd, denk ik. Ja, misschien wel. Ik snap dat wel, inderdaad. Als je, dat je, dat je, als je alleen loopt, doe je de, doe de, doe de eigen ding. En loop de, ja, vaak komen mensen tegen die, die beter bij lopen of ineens een stuk al beter liggen. En, en, ja, dat dat doe ik goed. Allee, ik denk ja, dat dat altijd wel, wel interessant is. Ja, dat is echt mijn ervaring op trails, natuurlijk. Alleen zeker ultra's. Dat je je eigen ding moet doen en, en niet zo... Ja, dat is ook bij afdalingen heel vaak dat als je iemand probeert te volgen die eigenlijk iets te snel voor is, dan gaat er weer kamperen. Dan in je nek in je schouders, in je benen. Kunnen die altijd beter laten gaan en je eigen ding doen? Want ik vond het heel herkenbaar voor je uh, uw, uw beschrijving van je uh, Chianti, hoe dat je het beschreef, hoe dat, allee, hoe dat het zich afspeelt. Ja, dat is zo herkenbaar van, van zeker mijn eerste bergtrails. Heel de, alle fases dat je doorloopt en... en dat je vaak denkt van waarom, waarom ben ik deze eigenlijk aan het doen. En dan op het ja. einde vergeet je dat. En dan, dan schrijft je in voor de volgende. Ja, maar dat is, dat is echt zo'n zak leergeld. Dat je zo, je zo <laughs> tafel zet zo precies. En dat je denkt van, ik wist dat eigenlijk wel. Maar ik moet hem toch... Ja. Dat is zo gepakt worden met een gsm achter je Van, je weet dat niet, maar <laughs> toch... Uh, allee, ja. 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 Als ik in de eerste helft van een bellegal ik ook aan het denken van ik ga je spijt van hebben, ik ga je spijt van hebben. Maar ja, uiteindelijk daar dan niet. Daar is goed gekomen. Maar ik heb nu in mijn hoofd, wat ik nu moet doen is. Ik heb gezegd, ik, vond, ik heb het 30 kilometer leuk gevonden en de rest was gewoon afzien. Wat echt lang is om af te zien: ja. de 75 kilometer. En nu, als ik nu bij de volgende denk van. En nu moet ik het 50 kilometer leuk vinden. Ga ik, misschien, ga ik het misschien beter indelen? Want ja, wat jij zegt is inderdaad dat je die laatste helft echt nog goede stukken hebt. Ja, dat ja, het is eigenlijk het, dat je het meeste dat verliest. Hè? Ja. Het gaat dan nog niet over het winnen, het gaat gewoon over <laughs> een leuke ervaring hebben uiteindelijk. <laughs> ja, en sowieso, als je dan mensen begint in te halen, in plaats van dat je ingehaald wordt, dat, dat geef je sowieso een, een boost. Dat is bij elke wedstrijd denk ik. Ja. Zo, dus ja. Ja, het toffe aan een Belogalico vind ik, als je zo niet opkoppelt, allee, waar dat ik dan meestal loop, zo in ja. de elf van het pak, dat is echt uitkijken naar het moment dat je de eerste tegenkomt. ja, ja. ja ja dan... Het wauw. wauw zo. Ja, ja de, de, de Herman van uh, de D, uh, de, ja. de fotograaf. Uh, Herman de Smet, die uh, liep ook. En ik kruiste die helemaal in zijn echt zijn GoPro mee om zo wat te filmen, omdat hij altijd zo een schone aftermovie maakt. En ik zag hem direct als ze mij zag komen, pakte hem zijn, zijn camera en dan. Wauw, Pieter, uh, al zo goed bezig. En op dat moment is dat ook wel een tof moment, want je weet van, alleen uh, heeft weer een filmpje gemaakt, eigenlijk is dat nog plezant om te hebben. Mm. Ik was toen ook nog helemaal niet zeker dat ik zou winnen of zo. Maar ja, dat zijn allemaal kleine dingen die je een boost geven. Hè. Ook dat, ik ben de Herman ook eens gekomen op de Bello Gallico. Uh, ik denk na honderd, en tien of honderd, oh, vorig jaar. Als ze ja, aan ja. het vriezen was. Dan uh, is hij gestopt. Hè. Ja, die, ja. Die, die wist niet meer van welke parochie dat dan was precies op die moment. Maar <laughs> ik, die, die was gewoon toen trap vertrokken en dan lag in energie. en dan ja warmde niet meer op. En ja. als het minacht is of zo, s nachts, ja, dan gaat het trap. ja dat was ja. mijn eerste 100 mijlen dan dacht ik ook van ja misschien is dat toch niks voor mij die 100 mijlen want mijn knieën zoveel zeer, mijn en zoveel veel mijn heupen zo maar dat was eigenlijk alles wat steenhard bevroren mm. ik had van die ik had uh, Salomon speedcross schoenen aan ja, ik had ook niet veel ervaring dus uh, dat was een veel te dunne zool een hele stijve zool ja natuurlijk dat mijn gevoeligheden <laughs> kei veel pijn deden. de laatste vijftien ook niet meer vooruitgeraakt um, maar ja zo leerde bij en dan ja. nadien dat is wel de voldoening, natuurlijk. Maar ben ik juist als jij maar min of meer in corona ze het beginnen lopen? Of ja, ik, wel, ik, heb, ik heb nog een keer terug, teruggekeken en ik heb dat zo altijd wel gehad, dat ik goed kon lopen, alleen maar zo eigenlijk. Iemand dat 12, 15 kilometer kan lopen, altijd. Maar ik heb eigenlijk altijd gekorfbald. Dus ja. Oei. Ja, daar, ik heb me voorgenomen om daar vandaag ook iets over te zeggen. Omdat daar zo altijd gemakkelijk mee gelachen wordt. Ja, dat is, ik uh, denk, uh, Je Jerome in de Stimstamens. Ja, uh, wel maar uh, dat. Dus, daar, daar kan ik ook iets over zeggen. Dus, Jerome woonde vroeger in de platte Leustrad, ja, ja, in Casselot. En die zijn eigen buur was iemand die mijn de ploeg speelde, van een paar jaar ouder. Dus ik, die kwamen gewoon overeen die kenden elkaar. En daar is dat ooit ontstaan dat, dat, dat Jerome daarover begon. Mm -hmm. En ik denk dat dat misschien als, als ik kimiek was, omdat hij die niet kende. Maar uh, ik heb hem aan, aan mijn zus beloofd dat ik, uh, ik toch ging, ging, ging laten vallen, dat ik een overvaller ben geweest tot mijn 21, 22. Dan heb ik mijn achillespees volledig overgescheurd en dan ben ik gestopt. En, zeg je dat dan ja. met trots? Of met trots. Ja, oké. Okay. Ja, 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 dus allee, ik heb... Het <laughs> is misschien een lang... allee, ja. Ik ga het even toelichten. Op, de, de Frank heeft over het laatst uh, op de d dinsdag site een pagina gemaakt van alle lopers. Allee, van een paar van de lopers. Je, ja. ja. En daar had ik in mijn beschrijving iets geschreven van, geloof het of niet. Ja, ik ben van oorsprong een mm -hmm, korfballer. Dat staat daar inderdaad. Wel, en mijn, mijn, mijn zus heeft mij vorige week nog aangesproken dat ze dat veel te negatief klinken vindt. Want mijn zus speelde dus ook korfbal, gemengde sport. Um, dus ik dacht dat ik dat eigenlijk zou moeten aanpassen. Dus ik ben ook van zin om dat te doen. Want ik heb dat wel vanaf mijn zes tot mijn 21, 22 gedaan. En ik moet zeggen dat er van de mensen die ik ken echt veel goede atleten en ook lopers uit het korfballen uh, Voortkomen. Dus. Maar dat ligt niet aan de korfbal. Dat weet je niet. Ja, ik, de Container ik weet niet of je dat hebt gezien, maar daar was een korfballer, Jarny Amorgasten. Die, die is niet voor mij geweest. Hè? Nee, maar die is wel de eerste geweest voordat jij. Je... Of misschien was hij een andere editie, maar die heeft wel even op de eerste plaats gestaan. Dat een Alleen, het dat ik Je zegt, hè? die mannen hebben mij al uit de wedstrijdgroep gegooid voor minder. Hè? Ja, nee, 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 maar ik. ik, uh, ik een... de, de perceptie, hey, korfbal, de finale van, van het WK of de EK is altijd België-Nederland? Uh, de laatste ja. keer niet, hè? Uh, België nee, is er Belgiëns... in de ja, halve ja, ja. finale. Ja, ze hebben verloren van de Taipei, denk ik. Uh. Uh -huh. Ja, ben niet zeker eigenlijk. Ja, en dan heb je, heb je, heb je daar altijd zo'n beetje iets, iets, iets bij van. Uh, ja. Zoiets tussen een, een Breugelschilderij en een Girokamp. Uh. Ja, maar het, is, wat het probleem ook volgens mij is in veel... Uh, Scholen uh, is dat in het verplichte leerplan en dan is dat echt super stom en super laag niveau en dat ziet er ook belachelijk uit. Heb je dat precies nooit op school gedaan? Ik wel, maar je had er niet zo regels dat Als iemand te dicht bij is, dat je niet naar de korf mag gooien Ja, en zo? maar op hoog niveau telt dat eigenlijk niet. Dat ah, is niet okay. niveau, niveau genoeg dat je gewoon zo speelt. Maar dus uh, de vergelijking die ik vaak maak is dat uh, mijn vrienden die bijvoorbeeld voetballen in, in tweede provinciale en die voor een gewone match, weet ik veel, 150 euro krijgen of zo. Mm -hmm. Ja, die mannen zijn niet atletischer ofzo dan de gemiddelde korvalspeler waar ik mee heb samengespeeld of tegenspeeld. Dus ik zeg niet dat het een, dat het een topsport is in de zin van een triatleet of een ultraloper. <laughs> maar uh, gewoon het, ja, het niveau waarop ik heb gespeeld en waarop dat de ploeg waar ik speelde nu speelt, ja, dat, dat, dat zijn echt wel goede atleten. En dat is een super blessuregevoelige sport omdat dat heel explosief is. Oh. Maar het is zeker op laag niveau heel saai om naar te kijken, maar op, op degelijk niveau is, is het wel echt iets de moeite. Hoe, hoeveel keer trainen in de week? Uh, dat was twee keer de week trainen, dan soms nog eens een derde keer als je zo bij de provinciale, uh, uh, is dat, de selectie. selectie. zat, uh, en dan één match. Maar dat was twee keer, uh, twee keer twee uur en dan match in het weekend. Maar ook nooit iets betaald, je had ook nog trainingen gegeven, dat is allemaal vrijwillig. Mm -hmm. uh, Theorie is dat wat moeilijker allemaal, maar, uh, dus ja, voilà, ik heb beloofd om een lans te breken voor korbal. Voor en ik zal er genoeg van te horen krijgen, maar uh, bij deze uh, het is toch gebeurd. Dus ja, en dan in corona beginnen lopen. Uh, en, voilà. en, maar, en nu totaal geen korbal. Nee, nee, nee. nee de, de combinatie is ook niet mogelijk. Ja. Uh, want ik had toen dat ik mijn AGSPs heb gescheurd was, dat omdat ik een lange loop had gedaan, alle lang, 26 kilometer de havel in Beveren of zoiets. Een keer met een vriend. Uh, ja, en dan de, dat weekend ook een met in de sportenwazen. Mm -hmm. En uh, dan gewoon met ja, naar achter te springen en beweging te doen. Uh, had je de space volledig gescheurd. Cool. Ja, echt ja, de typische klak. Um, en echt op, zo opgerold in de kuit? Nee, er uh... ging dus nog blijkbaar één vezelke maar dat was niet van, ah. van de pees zelf, ofzo. Dus je zag wel iets, maar het was niet zo helemaal. Yeah. Maar je moest wel aaneenheid worden. Um, en dan zei die een dokter nog van ja, je gaat wel goed herstellen, maar zo, ja, ik zou geen marathon lopen Echt? of zo. Echt? Ja. <laughs> is het goed, hoe je vond, die die, die pees is nu twee keer. zo die keer die... gezegd, ja, je gaat nooit meer kunnen lopen. Ja. Die pees is, is nu niet... twee keer zo dik als die. Als Door je die... heupbages of? Nee. <laughs> 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 er, er, er moet er misschien wel eens een inkomen, dus, een extra lekkerke bij. Ja. En een kans gaat dat nog een feestelijke ze zeggen dat vaak als het echt over over is alles, dan rafelt die pees zo uit dan is dat heel moeilijk om deftig aan te naaien. Ik, allee, ik heb toen zes maanden gerevalideerd. Well, allee, echt een hele goede kiné, waar ik altijd uh, twee of drie keer de week langs ging. En ik had nadien ook wel het gevoel dat ik beter was. Allee, zo keer, dat was eerste keer dat ik zo echt deftig kiné deed. En ineens ben je meer bewust van hoe dat allemaal werkt. dat even een topsporter is dat allemaal logisch, maar om zo'n keer alles op te trainen en, en, en ja, echt deftig te revalideren, had ik nadien wel... Uh, gevoel dat allemaal als korfballer geen, uh... uh, nee, geen fitness sessies? nee is een beetje basiskrachttraining maar geen fitnesssessies zit geen geld in een korfbal oh. nee, is dat niet dat dat in Amerika ook anders is of niet? nee je hebt ook een sporten je hebt netball ja, en dat is Australisch zo, maar dat is eigenlijk iets anders dat is met een ah, net okay. bij dus nou, dat is oh. bij korfbal niet oh. maar dat is nog trouwens een, een, uh, een meisje die ik ken uh, van de regio Kempen, Loes Ronne, een heel goede loopster, die doet nu ook heel veel trails. En uh, ook een korfbalster die nu in alle van sportevenementen hier en daar wint en podiumzaal. Ja. Dus er zijn meerdere voorbeelden van voor goede. Ja, korfbal is zo'n beetje het cyclocross van het wielrennen, is korfbal van het ultralopen dan? Ja het is, het is, t, ja, het is een moeilijke vergelijking. Hè. Ja. Zijn, zijn volkssport is dan ook niet. Het zit vooral in Antwerpen. Hè. Het is, uh, je hebt ook niet zoveel ploegen in Antwerpen heb je dat ploegen, maar ja. in Gentepaar, in Limburg geen. Dus um. Ik heb wel vroeger een korfballer in de klas en zo. Ik weet vooral met een basket. Ja, die gooiden de 9 en 3 punter aan de andere. Uh, wie was dat? Want, waarschijnlijk ken ik hem vanuit. Uh, ja, <laughs> oh, ik weet zijn naam niet, maar de, ik weet dat, echt zo iemand hadden. Dat was echt, dat De beste maat van een birger ook, een van de beste maat, ja. de Jonas Mark, ja, dat zijn waar ik altijd in de ploeg heb gespeeld. Dat is eigenlijk zijn broer daarnaast uh, Jerome. Ah, ja, oké. Okay. Ja. Dus uh, ja, voilà. Maar ja, bon, En dan in corona beginnen lopen. Ja. Dus uh, de typische uh, Maar je hebt een marathon gelopen? Ja. In Kesselo. Vier de Corval. Dus die zochten iets om nog mensen bezig te houden. En hadden die een lust van 10,5 uh, kilometer uh, gemaakt in Kesselo. En dan als je die vier keer deed, had je een marathon. En dan hebben we dat met een aantal gedaan. En ja, dat ging gewoon, was plezant. En dan van tevoren kwam het andere en dan marathon van Amsterdam ingeschreven. Dan onder de drie uur lopen zonder veel allez, specifieke training of zonder veel training. En dan um, hier en daar een trail meegedaan van sport dat was daar dat ik Ali, Ham, die Dat is dadelijk Ali Hamdi ook heb een keer leren kennen. Dat was de eerste keer dat ik besefte van ah, misschien ben ik hier wel goed in. Omdat ik dan een keer tweede was geworden achter hem. Oh. Uh, ik denk dat maar het trail dat dat was. Oh, ja. um, en dan een D10 zeggen. De aflevering met vang de Tank wordt op de jochclub. Oh, ja. Iemand stuurde mij dat door en dan dacht ik echt van dat is mijn ding. Okay. Die moet ik leren kennen. En ja. dan heeft hij mij direct overtuigd van uh, in plaats van van 80 naar 100 kilometer te gaan, gewoon te zeggen: van... Ik ga 100 mijl ik ga 100 doen. Mijl doen ja. Ik had het ook beter gedaan. Omdat je die taal in Italië te zitten afzien. En zo, het het eerste wat ik op het einde kon denken was: oh, Ik moet nog eens 100 mijl doen ook. Moet ik hier terug door? <laughs> en dat is het eerste dat je dan nog wilt. Maar dat wordt vreemd genoeg, ja. is dat even pijnlijk. Hè? 100 kilometer, of 100 mijl, dat. Ben ervan overtuigd dat dat... Je... Ja, het gaat ook niet puur om de afstand. Je nee. is ook wat voor is type die... wedstrijd dat, dat is. De, de, de Malo Galico in... en de Great Escape, bijvoorbeeld. Ik vind dat niet, niet te vergelijken. Nee, nee. En ja vooral, je loopt aan een, aan een nog lagere intensiteit dan dat je op je 100 kilometer doet. Dus die pijn... Ja. Dat bereikt een plafond. Ja, ja. ja dat is... Ja. Pieter uh, heb jij nu goesting gekregen <laughs> om langer te gaan, eigenlijk? Ja. ja maar gewoon omdat ik nu wel zo ervaren heb van... Dat is je komt dan aan die marathon, en dan is toch even een vraagteken. van wat gaat dat hier nu doen? Ik denk dat zo de volgende keer Joach Club Ultra wel toffer zou zijn als ik zo wel eens een keer wat langer in de benen had. Ja, Alleen, we hebben voor volgend jaar is. de eerste die een extra loop gaat doen op de Joach Club Ultra. <laughs> maar we gaan samen trainen, hè, voilà. Ah ja, bla. We hebben al uh, direct nummers uitgewisseld. Ja. Ja, ik heb trouwens u al wel zijn naam moeten laten veranderen in uw geest. Ja, dus. Um we waren dan gisteren bezig van ja, we gaan een, een, een U-recap maken. Ik zei: Ah, ik zeg, ik heb aan de finish direct de nummer gevraagd van de Peter voor een keer samen te gaan trailen in nord ja, ja. Maar ik had eigenlijk je nummer al van in alle ultra-groepen die dat er bestaan. Uh, al die WhatsApp-groepen. Dus hij zei: Ja, stuurt eens dus een nummer eens door, ik stuur die nummer door. en dan herkende hem die nummer. ik moest uh, het veranderen in <laughs> een man die wel sufier kan. Zo dat ik nu in mijn GSM. Toen maar je doet me denken aan iets van Bart Peters. Maar... Ja. Oké. Okay. Mooi ja, komt thuis. Dus in de Bart petersburg 4 Nee, nee, de man die... Nee, ik weet het niet Toen mij aan het zinken, maar ja. waarschijnlijk ga je die reactie krijgen. Uh, nee. voor mensen dat het wel weten. Kans is groot. Oh, bedoel ook dat wij een aandeel hebben gehad in... in uh... Ja, maar groot aandeel, echt waar. Want de vrienden hebben toen naar mij doorgestuurd. Ik moet naar de, naar de Joogclub luisteren. En dan heb ik ook zo... Allee, ever... ik heb het hier nog niet gezegd, maar ik ben een trouwe luisteraar. Ik heb ze allemaal ja. geluisterd. Er hebben mensen mij echt uh, afleveringen doorgestuurd van je moet dat en dat en dat luisteren. Dat was vangnetank was erin, dan van de Marijn uiteraard. Mm -hmm. uh, maar ook de hele oude van Dixie danserkoor en zo, ik vond dat echt fantastisch. Dus voor de mensen die luisteren, dat dat nog niet hebben gehoord. Dixie is goed. Hè? Dat is echt een kouwe aflevering. Ja. Ja. En, uh, en recent heb ik nog een vriendin ook die van uh, Louise Carton aangeraden, die vond ik ook echt fantastisch. Ja. Super interessant. Uh, over het laatst heb ik, ik weet niet via wie dat was, maar iemand dat mij stuurde, dat, uh, die had de aflevering van Dixie Dansercourt doorgestuurd naar Dixie zijn dochter. Echt? En die wist helemaal niet dat die aflevering Amai. bestond. Uh, dat is wel ja. speciaal. Allee. Ah, wel ja, ik vond dat ook. Uh... Ah, inderdaad. Uh, ja, inderdaad. Mm -hmm. Ja, wel, maar het is dus uh, de Jofclub, dan D Dinsdag vermeld. Ik woon in Kessel, dus de uh, Kesselberg dat was vlakbij. En dan, ja, in Frank zijn enthousiasme meegezogen. <laughs> het is dan niks zo de heupen, D is ja, Zo Dinsdag. Sowieso. Frank is, ja. is een verkenning tegengekomen, maar hij had ons niet herkend. We Verkelling? waren zo. De, de, ah, ja, maar... de, de Steeple is not a crime balken, maar ja, dat was er ook zo wat afgeregend. <laughs> um, dus uh, we waren die even aan het nemen en Frank passeerde daar. Aan de overkant van iemand. Hey, ja, we hadden fietshelmen op en hun brillen. Dus, ja, ja. ja dat herkennen mensen sowieso wel moeilijker. Uh, en ja, hij was wel heel duidelijk, want hij had een, groot, een rode T-shirt aan met een groot op de tank. <laughs> dus hij wel al direct door wie dat, ja. wie dat was. En uh, hij is dan ons nog eens gepasseerd in Bertenbos daarvoor, als ik een lekker band had. een band te maken. Frank passeerde. En dan op uh, de U kwam hij af van zeg maar. Dan waren die gelden aan de babbel geraakt. En hij stuurde nog van... Allee, gaat hebt ook uh, je dagelijkse leergeld verdiend of zo. Van. <laughs> maar dan de positieve versie van... Allee, voor de volgende ervaringen. Ja. Zijn er mensen dat dan niet moeten betalen, zo'n leergeld? Vraag mij af. kunnen ook gewoon zo... Als iemand iets zegt, dan denk ik, nee, nee, nee. Of heb je altijd niet zoiets. Is die lange afstand, ik denk dat niet, eigenlijk. Ik denk dat je, nee, altijd je altijd kunt, de moet afgeven. Je kunt, je kunt naar duizend podcasts luisteren en duizend hmm. boeken lezen, maar eigenlijk moet je. Ja, ja, ik, ik, ik heb dat nog tegen u gezegd: Zepp, je gaat moeten lopen aan het tempo waarvan je gaat denken: deze is te traag, ik ben echt te traag aan het lopen. En toch gaat het stilvallen, ook al loopt het dat tempo. En, en ik was het lopen en ik dacht, oh, Pau Coppel, Pau <laughs> oh, ze pakken foto's. Zeg dat je echt geloopt. Dat moest ik gaan denken. Ik was ook oh. aan het denken in het begin van die uur, maar hij was weg. Ja, ah, wel, maar... <laughs> maar dus... En... De, ik weet niet, de Rik heeft me dat ooit gezegd, van je moet echt... moet traag lopen. Zelfs... En je moet denken, deze is te traag. En zelfs dan nog zijn we meestal te snel aan het lopen. Uh, ja, weet je wat ik frappant vind? Zo bijvoorbeeld dat tempo dat wij nu gelopen hebben. Uh, allee, in mijn geval de eerste... 45 kilometer. Dat als ik dat nu gewoon nu zou moeten doen, dan voelt dat echt kloten aan. Dat, en dan, was, en dat dan is het dan effect van en die humor. Een, een startschot, en er was niet eens een startschot. Het is dus gewoon 5, 4, En dan zet hij weg, en dan in een keer is dat echt vingers in de neus, let's go. En nu nou, heb ik ook wel gehad. Ja, maar dat is voor ook een marathon. Is dat hetzelfde voor mensen die nog nooit een marathon hebben gelopen? Oh. Bij mij was ook. Mijn allereerste marathon. Ik had nog nooit die snelheid gelopen, zelfs niet op 10 kilometer. En dan ineens loopt een marathon omdat je wel getraind bent in lange duur en zo, maar niet noodzakelijk van zo snel te lopen. En dat krijg je niet uitgelegd aan iemand tot dat tien keer... Uh, ja, dat is van alle Ik leg dat uit aan mensen af en toe, zo naar de creatieve loper, dat ik dan zo wel wil helpen. <laughs> of zelfs tot Michael Somers, ik leg dat daaraan uit. Maar ja, zelf... Jij legt aan Michael Somers uit, dat hij met een marathon moet lopen? Ja, de, de pace, zo het, het plan, omdat dat ja, is, ja, is ja. niet zo met groepen gebonden, hè. Dus ja. soms moet hij bijvoorbeeld de keuze maken, ga ik mee met de 2C of 650 groep, die waarschijnlijk te is ja. of ga ik in de tragere groep mee en dan probeer ik zo wel te helpen van oké okay, wat, wat in de, in de ja, ja. dat dat er zo'n externe ding is dus uh, ja je weet dat wel maar dan nog gaat dat startschot tot af en dan ja maar dat is wel het leuke bij een trail dat dat van nature komt als je dat zo wel vaker doet ga je van nature wel meer aanvoelen wat dat je tempo is en je moet niet altijd naar je horloge kijken, want het heeft toch geen zin omdat je die hellingen hebt, die hebt. Ik, ik hoop dat er toch een dag komt dat we heel het pak, alles, dat gaat hem weer. <laughs> en dat ze me laten lopen en dat ik zoiets niet stilval. Dat zou ook wel eens tof zijn. Maar dat kan perfect, als je nu... Als je wel ja, volumetijd... Als je Jim UTMB, hoeveel, hoeveel keer is die je dan zo echt gesneuveld? En die bleef ook hetzelfde doen tot uh -huh. een keer, heel weet niet, in het dan zeker, vorig uh -huh. jaar? Wel bewondering voor ze, dat je dat mentaal kunt opbrengen. Ja. Dat is verschrikkelijk. Staat dat al op je plan? Zo. UTMB? UTMB wil ik heel graag doen, maar ik heb, um, allee, ik, dat is via die loting dat ik dan zou moeten meedoen. En ik ga nu. Ja. Ja, nee. Dat ik. <laughs> ik, ik, ik heb het ook geprobeerd. <laughs> <laughs> nee, ik ga, ik ga in vijf, uh, 15 juni heb ik die, uh, in Andorra uh, van UTMB. 100 mijl. Uh, nee, dat is 108. Dat is de langste okay. dat die doen, denk ik. Wel zoveel. het is echt hoge dus Dat is hier waar dat vorig jaar. Uh... Ik dacht dat ik ging je zeggen: oh, dat is zoveel langs kanaal. <lacht> <lacht> nee, <lacht> dat, dat is heel <laughs> waar dat. Uh... Zack Nee, niet Zack Miller. De, de andere facturen oh, heeft opgelopen. Dat zijn wel. Ah. De Kilian. Kilian Jourdain. Dat, 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 ja. dat zijn Oei. wel echt vieze bergsjes. Dus ja, en ik. Dat is, dat is, ik heb gezien dat gaat drie keer boven de 2500 meter. Dus ja. je moet ook wel wat hoogste kan dat tegenvallen. Maar bon. Ik heb ook die in ingeschreven omdat ik dan die uitdaging wil. Niet, niet om een bepaald resultaat te lopen. Maar dan heb je die stones wel. Normaal volgend jaar kan ik de Lavaredo sowieso meedoen. Dat is ook mijn loting, maar ik ben al twee keer niet geloot. Dus een derde keer zou ik sowieso mogen meedoen. Oh ja. En dan zou ik genoeg stones hebben om de UTMB te mogen meedoen. En dat is wel een doel om dat mee te doen en dan op een goede manier mee te doen. Maar om naar echt een resultaat te lopen, dat, dat is, denk ik niet dat. Allez. Voor mijn eigen dat goed lopen, wel, maar niet van ik wil zoveel worden. Want dan is het plezier van dat evenement er ook wel af. Dat merk ik heel hard. Ik doe dat liever op mijn eigen manier. En het feit dat dat dan al loopt en als dat goed loopt, zal dat wel prima zijn qua resultaat. Maar ik wil je dat niet voor opstellen, want ik doe het nu altijd wel zuiver voor het plezier. Het is niet uh, dat ik gesponsord word of dat ik... Uh, Allee, dat ik het voor iemand moet doen. Waar zie je hoeveel stones dat je hebt eigenlijk? Uh... Op je UTMB-website, Als je ja. gewoon UTMB. Ik denk als je mijn naam op googling geeft, uh, een van de eerste resultaten is niet mijn werk, maar is uh, mijn UTMB-index. Ah oh, ja. Oh. Dus uh, daar staat ook wel op je account hoeveel stones je Ja, je b komt kwam ook redelijk snel... Uh, ah ja, kregen. voilà, ja. Um, ik verschoot ervan bijvoorbeeld bij Logalico, dat je maar 80... 80... Uh, 80 is getregen. toch... Allee, dat is al relatief maar ja, maar recorte, dit... voor jou, maar... Van een uit vond ik wel... Maar ah, het is omdat het misschien geen de zijn ja ik weet ook niet wat dat jij zit ik denk vorig jaar BK trail op de GTLC was ik vijfde en daar had ik een hele goede score omdat daar echt de BK's, toppers allemaal ja. staan ja daar uh. punten op een B -trail. want had er al de Janik Michiels had er op trail al 77 of zo ja ja maar hij weet wel ja. 100 mijl hè ah, nee ik vond ik dacht ook dat er meer dat was dat onderspaal, onderspaal. Het is ook het niveau van de deelnemers dus je, moet, je moet een paar mannen hebben die heel hoge score hebben voordat je zelf een hoge score kunt halen. de was derde dus. Misschien had je gewoon moeten inschrijven op de ballo en zo. Ja. Fly and down misschien was dat goed geweest voor ja. voor de biederij score. Ja, nee maar Robbie eh, misschien ook even noteren dat we, dat we ook dan met een systeem van met stenen werken voor te kwalificeren voor ons, maar dat we effectief ook stenen geven. Je moet, je je mee, je moet je in mij Je koertrail en dat je dan een. Ik heb wel echt nog een berg gassail liggen. Oh, wel, dat maar dan de mannen die meer ervaring hebben, moeten meer stenen in hun rugzak steken. En, en, nee, en, ja, en als je, zo, mee, dan als je, dan dan als je aan de start komt, dan moet ook echt je zak stenen afgeven. Ja. Uh. <laughs> dat je stenen kwijt zijn. Ja, dat je <laughs> meegedaan. Het, het, het moet ook gewoon zo'n systeem worden dat niemand eigenlijk goed weet hoe het in elkaar zit buiten zo'n twee nerds. <laughs> dus het moet zo complex zijn. Ja, maar die mannen van een beter, trail allee, met respect, maar dat zijn ook gewoon. Uh, Computermannen. Dat zijn. Mm. Nerds, in de positieve zin van het woord. Die ja, dat daar ooit is... een keer uh, hebben opgezet. Ze hebben dat een keer uitgelegd op de B-Trail Awards uh, van het jaar. Ah, ja. Dat zijn een paar gasten, ja, statistiekmannen, computermannen, die, die dat daar iets, van, iets mee wilden doen met die resultaten. En dat is uitgegroeid. Ja, maar super, ik vind dat al ah, super cool Ja, ja, want... Allee, ik probeer er niet te veel op te focussen, want het is ook wel door die bitrail score, dat je zo, als je een keer iets wilt meedoen en je loopt niet tegen de limiet, of je loopt niet op beste resultaten, ja. dan zakt je score. Ja, sommige mensen vinden dat dan zo jammer, maar ik probeer daar zelf niet te veel uh, naar te zien. Want, allee, mm. Trail doe je toch nog altijd voor het plezier, zou ik denken. Ja. Wow. Ja. <laughs> <laughs> uh, is er iets dat we nog niet hebben aangehaald, waarnaar jullie denken dat we wel nog moeten aanhalen? Uh. Uh, Kine. De... Ah. Ik heb oh. zo vaak zo kinés naar dingen. Uh een Amstring is er nog gedraaid, op een publiek. Uh... Vooral goed, er kwam zo iemand Komt naar van mij de... vragen, van, die zochten u. Uh, zo, ah, weet je waar dat de seppen is? En je was zojuist achter een pilaar in de hoek, voor de ingang van de sport, al je broek aan het Ah, oh, die staat daar zijn broek uit te doen. <laughs> Ja, ik ging gewoon even een goeie dag zeggen tegen mijn toekomstige buurvrouw. En uh, ik zei, ja, echt wel gemakkelijk iemand in de straat dat, dat een hamstring kan prikken. Want ze zei, dat is ook draaieniedel. En uh, ik zei, want ja, ik heb dan niet in Italië gelopen en ze was het eerst wat ik voelde. Ik dacht, godverdomme, ik moet dat eens laten. Ah, ja, maar ik heb naalden mee. Hè. Dus, en Dus ik het weet lag ik op een tafel en dan een hamstring losgeprikt. Ja. ja, ik durfde eerst niet. Ik durfde niet in de zin van, ik had geen zin om te gaan douchen. En dan vond ik dat ze wel bochten ja, om daar een, vuil benen. een vuil benen naar die tafel te gaan liggen en ja goed go doet goed het toch ook niet echt hè. als je zo een draai net of massage, ja draaien heelen en ja. een ja, massage als je zo echt hard als moment zelf hard gelopen hebt dan is dat bij mij meer een pijnlijke ervaring dan ja ik, ja ik heb ook niks, niks van massage oh. genomen maar ja jullie trouwt volgend jaar bij ons kine dan Ah, zo zit het um, netwerk. Ah, ja, he, voila. we in de ferme we zijn hier meegenomen onze, onze. in een spel. Uh, we, we zitten hier. We zijn er hoemer geweest. We zijn gebruikt ah, als pasmunt voor de ferme koer. <laughs> ah ja, oké, okay, het trouwt. Ja, ja. En dan zo in contact gekomen en zat dan gevraagd van, zich, met met Ellen Trail, maar dat was allemaal een beetje kort dag. En dan hoorde ik daar nieuwe praktijk echt letterlijk hier is. Je passeert ja. er ook, op ja, de, de route ligt... Ik had haar gestuurd, van zeg Jolien, is, is dat niks uh, om te doen, voor je nieuwe praktijk goed in te zetten? Ja. ja kei-enthousiast, super Maar het, het is ook, uh, er komt ook een sportarts, uh, sportpsycholoog, uh, diëtist. Oh, al, uh, een Beetje tegen de keppers in de winkel, maar hoe? Ja. Aldijn, kunnen, kunnen Joliener is volgend jaar zetten aan de kilometer 45 voor de Heubuigers. Die te... gaat de Heubuigers moeten laten prikken. Ik denk dat had dat, dat ik wel eens ja. willen zien. Ja. Ja, als daar een halt in ging. Aldijn, ja. uh, jij had het daar straks gehad over. De Sander die dan met zijn vriendin op het Kerkhof zat. Zijn, die foto die valt hier juist uit de uitslag. Oh, <laughs> mooi. Ola. Ik hoop dat ze nog bijeen zijn. <laughs> uh, als, ze, als ze bijeen zijn, kunnen we ze een trouw in de ferme uh, koer... Cadeau uh, doen. <laughs> nee. Kost niks. Is er nog plaats? Nee. Wat uh, verder, we hebben ook uh, ja, de shoe count en de watch count. Ah, je ah ja? Uh, yeah. Mag ik daar één opmerking... Allee, een vraag over stellen? Ja, ik, ja, ja, doe maar. Ja, um, want ik loop met normals, dus dat merk van Kilian Journet. Ja? Maar ik S weet niet wat ze dat juist hebben geschreven Ik denk dat ze iets als Norman hadden je ge... Dat doort helemaal bij de, bij de verkeerde interpretatie. Wacht, hè? ik zie hier Noor en dan doorstreept... Die Normals? Ja, um, ik wel. Ja, die... ik, heb, ik heb ze nog niet aangehad dus. Ja, ja. ja. Die... Nor hoe is het? Norman? Normal, dus ja. Norm staat er? Ja, dat had ik gezien. En het, huh? is, het is eigenlijk normal. Normal, oké. Okay. Dus... Uh, het... Goed. Dus ja, als... het, het, het toffe daaraan is blijkbaar, maar... Allee, ik heb geen... Het mag ook dat ze van AliExpress waren en dat het effectief... Ah ja, nee. He? Het toffe daaraan is blijkbaar dat je die kunt... Uh, allee, die zijn, uh, de bedoeling is dat die heel duurzaam zijn, maar je kunt die in een, die in een zool, als die versleten is... Die dus laten vervangen. laten vervangen. En er is denk ik een winkel in Antwerpen of, waar dat je die kunt binnendoen en dan steken ze gewoon een nieuwe zool van onder. Want dat is een, een bepaald merk zool, dan niet van het schoenmerk zelf is. Vibram. Vibram. Maar is dat... Is ja. een Vibram, is dat niet... Uh... Gewoon een type zo. Ik weet, ja, mijn kost... botten ja, hebben ook ja, een Vibram zo. Mijn fietsschoenen hebben ook een Vibram ja. zo. Hey, hey, ja. Op dat de, Kianti op de stonden die met een standje en dan is dat zo gewoon zo'n een, een tegel, zo aan, aan 45% waar ze water over kappen. En dan gaat daar gewoon iemand op staan zonder dat hij weg ah, die, die zolen zitten op, uh, op die Kierags. Iemand zei me dat je, je Sherag moet uitspreken of zo, het is Noors. Ja, Chianti moet ook Chianti zijn. <laughs> ah ja, voilà. Maar ik um, denk aan een dochter van Sam Goris, zoals ik Chianti hoor. Shenaya. Ja, zo, dat is <laughs> De antwoord ik ja. <laughs> ja. Ons Chianti. Ja, boom, maar doe maar <laughs> verder. Ik wou het even zeggen dat het nee, juist nee. op het schriftje stond. Ja. Ja, dus uh, toch twee mannen dat daar mee gelopen heeft. Ik heb hem gezien, een tweede. En ik ja, het is ook een van, van de eerste mannen, denk ik. Want ik zag nog iemand met dezelfde schoenen als mij. Wienaar heeft altijd gelijk, denk ik dan? Yes. Uh, Eén iemand met topo. Ik weet niet of dat iemand dat kent. Uh. Nee. Ja, dat, ik ken dat wel. Dat zijn die schoenen die ooit eens in Zofingen beweerden. Ah ja, ja. Dat, dat, ik, gij, dat, ik... dat was goed. Een goede anekdote. Uh, we <laughs> lopen rond op de. Uh, hoe je dat? Ja, op de, op zo wat het, het, het beurs, allee, zo Het, het woonde nog redelijk groot hè, in Zofingen. Zo ja, maar zo de standjes van de Ten Expo. Ten expo ja. We liepen rond op de Expo. En dat was. Was dat nu de dag van de wedstrijd of een dag er.? Ik had al gelopen, hè? Ja, hè, dus. Ik dacht, je het tweede waard, of? Ja. En uh, ja, die spreken ons aan en hè, de, de vragen ze vragen zo aan: ze ah zo aan, hebben je meegedaan? Ja, ja, en dan zo. Ja, je moet eens met onze schoenen proberen lopen. Uh, wat was je? Ja, het was echt veel, hè? Dat je zei gaat zeiden. drie à vier minuten sneller lopen op je tien kilometer, <laughs> en zei die tegen mij. <laughs> en ik zeg: oh, oh Spelen kan ik nog... Allee, is, is nog mogelijk dan, hè? <laughs> ja. Dat was zo. En dat was dat was top, daarmee <laughs> dat ik het... Eh... Ja. Um, ja. Ik ga gewoon niet willekeurig volgen gevolgen en een beetje de merken af. Hè. Adidas, zes man dat daarmee liep. Um... Rond de roos. Dus waar is de treks... account gebeurd, eigenlijk? Want ja. ik heb dat totaal genoeg. Ah ja, je hebt dat gemist omdat ik persoonlijk je nummer gegeven heb. En dat was als je, je nummer afhaalde en we uh, moesten doorgeven. Ja, die zijn dingen, uh... Ja, ik vond dat voor de... Ik, wou, ik zag hem de, naar de, aankomen. -vier house, ik, dat staat mee in mijn rider. Had ik, ah, ja. ik, ik, ik had ook eigenlijk een eigen toilet gevraagd, maar... Je dan... had de wedstrijd ook niet kunnen winnen. Je hebt toch de code van de voordeur hier, dus je had in naar het toilet kunnen wel, komen. Ja. Dan. Dus volgend jaar uh, is dat voor mij dan uh, de ja. sub-4. Uh, sorry. M misschien moeten we zo... Volontair de winnaar... Ik, me, ik geef me veel plezier af. <laughs> ja, Volontair is dat sub-350. De... Um, oh, maar... Ik ga terug hetzelfde doen. Misschien moeten we de winnaar van... Vorig jaar dan zo het jaar daarna te starten met een gouden nummer of zo. Beetje gelijk dat je ja. zo een boxen op. in de UFC zo een gouden belt hebt. Een goede uh. wisselbeker. Ja. Of zo'n belt. <laughs> ja, dat, is, dat is trouwens eerst dat de, de neven tegen mij zijn aan een Belogalico van een kleine poot. Nee, zei, ik, heb al, ik heb al jarenlang een nummer 1 op mijn, op mijn zak hangen, op mijn sportzak, omdat ik hier toch altijd de winnaar ben. Dus de eerste keer dat ik die van mijn zak ga moeten halen. Ja. Ik, hoor, he. ja. <laughs> ah, ik heb dat ook in de hal nu. Hè ja, had ook gewoon zijn ah, ja. zak aan u kunnen geven, dan moesten we hem er niet afhalen, natuurlijk. Ja, dat is waar, ja. Uh, ja. verder op opvallende dingen... Um, ja, hoka, veruit de um, Ja, we wel zeggen, het is, we hebben nu ook wel onze eigen meting, een beetje omdat je ook al schoenen kon testen. Ja, ik denk dat er... Wacht even, ik zal het hier even natellen. Uh, echt veel, zeg. Ja, als ze... ik over de finish gestrompeld kom... Uh, richting auto probeerde te gaan, dan waren ze op den Hokka stand met mij aan het lachen. Ik zeg, ja, ik had geen hokkast aan mannen. <laughs> vond, ons, vond ons wel leuk. Ja, dat is toch chic dat, dat uiteindelijk Laura van Voren en Fleur en de Champ waren dat daar ja. uh, stonden, want allee, Belgisch kampioenen trailers. Het ja, cool. is toch, allee, dat is toch ja. uh, mooi voor uh, het aanzien van de Joveclub uh, Ultra. Dus nee, je heeft, uh, dat waarschijnlijk op het andere als... event nog wel eens zelf moeten terugdoen, uh. maar. Nee, ik heb. Uh... Meer dan 70 man. <laughs> heeft je zo... bent er al onderuit gemaakt? <laughs> ja. uh, dus uh, meer dan 70 deelnemers op Hoka. Ah, ja. um, en ik denk dat Saucony tweede meest en dan Essex derde. Ik vind dat wel opvallend, omdat Saucony en Essex je niet direct zou associëren dat met de deelnemers. Salomon of Altra? of zo. Ja, ja Salomon zou ik nog denken. En Salomon, 9 man. En La Sportiva? Dat is in Spanje zo vooral. Ja. Um, ja, La Sportiva, niemand dit jaar. Ah, okay. Vorig jaar wel, maar dit jaar niet. Um, en Oorloges. ook opvallend. Uh, wat ik ook nog een opvallende vond, om. het uh, toch ook wel ja. veel gebruikt, merk ik de laatste. Misschien. Um, dus want ze hebben ja. tegen ja. twee keer opgeschreven. Um, ik denk twee man, maar. Dus, allee. Echt weinig, hè? Ja, en horloge? Uh, Peter uh, ja, Pieter de Smet in. Mag zeker in bed. Die komen, komen op. Ah, well, ik heb voor ik, dat deze editie een sporthorloge gekocht. Echt? Een Ja, echt ja, super basic. Um, vlak. Er is een, een cijfer verdubbeld tegenover vorig jaar. De mensen die zonder horloge liepen, waarschijnlijk geïnspireerd door Pieter de Smet. Ja. Uh, twee man. <laughs> um, zijn, die, zijn die al aangekomen of <lacht> <lacht> moeten wij die gaan? Uh, wacht, en dan Garmin, 1, 2, 3. Maar dat gaat dan sowieso niet als je een FKT wilt? Nee. Nee, alleen... Ik kan je niet bewijzen, hè. Nee. Dat is zo nieuw... Als we... um, PG, 7 maal... 27 maal 5. Ja, maar ik zit echt niet goed in hoofdrekenen. 135. Wacht, 135, ja. 135 man met Garmin. Dat een avocaten die niet gestudeerd hebben. Ja, ja. Uh. He. Oh, ja als het geld, allee, cijfers cijferschijn ja, uh. uh, Dus 135 man uh, met Garmin. Uh, 21 mensen op Polar. Drie mensen met een Apple Watch. Tch, voilà. ja, uh, En die, die een... denken dat de route eigenlijk 52 kilometer is. Fiji, nee. <laughs> ja. korrels, uh, hoeveel lengte? Uh, een man of 15? Maar geen Moriot man mannen, dus. <laughs> uh, nee, vijf man op korrels. Ja, dat is nog weinig. Ja, dat ja. er wel goede dingen. En op. toch ook wel straf, Sunto. Eh, oh, tien jaar geleden misschien? Het tien merk? jaar geleden, het merk. Maar ik, heb nu, ik zat nu toevallig onlangs in een auto met een Ali op weg naar uh, Dardenne voor nog eens, eens een tochtje te gaan doen. En hij zat in uh, allee, een online meeting met, um, met Sunto. Mm -hmm. En hij zei dat er wel veel belovende producten op komst zijn. Drie man. Ja, dat zegt echt wel een merk. <laughs> ja. ja. Verkopen ze uh, die in een waypoint? kan wel zo. De, die... Ja, dat, alleen, dat, dat in wel gebonden, meer. Dus Die zijn niet echt gebonden. dus Ja, want ik had ook gezien dat die pas um, die Letlandse lampjes verkopen. Ja. Dat was vroeger ook niet. Hè. Nee, je hebt die getest. Dat is Je, je die... zou plaats bestellen via Duitsland. Ja, of zo. je hebt ook maar Lettlenzer, zeg ik. Ja. ja, ik vind dat qua batterij. Oké, okay, dat is wel wat een gewicht aan uw, aan uw hoofd, maar qua batterij en qua verwisselbare batterij vind ik echt wel een goed geef. Ja. De Pauli-boeken ja. met de. Uh... Letlander, ah. Spanje was het dan. Letlander, zo Vijf volgers <laughs> hebben het ook maar getecht. <laughs> <laughs> uh, ja, ik denk dat we dan min of meer rond zijn misschien. Uh, mm. Tenzij dat Gellen nog volgende deden hebt, die moeten de wereld ingestuurd worden. Pieter. Um, nee, ik had, allee, ik had een dat na mij nog een bak duvel beloofd als ik hem ging vernoemen. Ja? Dus uh, dat Wou het Hazenong gaat binnenkort uh, zijn een tweede marathon lopen. Uh, in Tsjechië, denk ik, in Praag. En elke donderdag trainen we samen. Um, en dat is is een trouwe luisteraar, dus ja. bij deze een bak duvel verdiend. Ik wil wel een foto van die een bak duvel uh, ja, als cool. die in nou ja, een ja, wordt. Ja, meedrinken. Ik drink dan niet zo graag, man. Dat drink ik ook niet zo als dus, Ik drink er dus drie mee dan. Oh, voilà, voilà. <laughs> Checkt, uh, volgende training gaan we dan samen naar uh, school? school. ja. Voilà. Ach, so, hey, maar, uh, ik wil nog vragen aan Pieter. Hey, wat, wat, dus, uw plannen zijn die in Andorra? Uh, ja, dus. Um, dat is het hoofddoel van dit jaar uh, Maar ik ga nog de GTLC 80 doen. Ja. Dat is ook wel alleen een stevige uh, in mei, is dat. En meestal is dat niveau wel hoog. Ik heb vorig jaar dan die uh, 42 gedaan, dat was het BK toen. Ja. Uh, dus dat is ook wel iets waar ik naar uitkijk. En dan de OM 35, maar dat is 12 dagen voor Andorra. Dus die ga ik proberen niet erover, alleen niet. Zo schrikkelijk. Die OM 35. Ja, ik kreeg zo'n gratis inschrijving, <laughs> omdat ik was op die zo derde in een bepaalde categorie. Uh. Waar Florian Deschamps trouwens elke categorie eerste is. Uh, en dan zo, krijg je een gratis. Je Je loopt Zaterdag, of die trail? hij um, is geblesseerd. Hij is geblesseerd. Hij heeft Yes, weer een plek vooruit. Ja, hij ging waarschijnlijk niet meer doen. Maar, uh, dus zeker had een gratis inschrijving voor die in home trail daar gekregen. Ik vond het dan zonde om dat niet te doen. Ja. En dan de, met de Legends, zo die ik weet niet of je het uitspreekt, de Lemix of Lemix. Dat is zo'n week in, in Hotel Vu de Zalp, of wat is dat? Ja, nee, niet voor de Je hebt zo een hotel um, in, in de Alpen er is waar dat zoveel traillopers naartoe mm. gaan. Hoe noem je dat een weer? de ja, bon. trailer. Uh, <laughs> uh, en daar zit dan zo een, een, een week dat je daar kunt, een beetje op uitnodiging. Dat is wel betalend, natuurlijk. En, um, daar uh, is dan de, de donderdagstart voor een trail van 130 kilometer, met als ik het goed gelezen heb, 13.000 hoogtemeters. Dat is redelijk extreem. Um, maar dat is ook wel een doel, dat is in juli. En dan, maar dat is nog een plan, zou ik de, uh, dat is ook ah, dat is ook nog meer te zeggen misschien, ik ben ik van zin om te proberen de Frans Klaas een afgade te lopen. Oh, ja. In augustus. Dat lijkt me een toffe, omdat dat ook in de buurt is en ik van hier ben. Ja. En ik ken, ik ken dat overal. Allee, ik ken dat parcours wel. Hoe lang is die? Al? 130. Ja ik heb gezien dat er een supported bestaat op 17 euro en, en een ja we hebben allemaal mannen gelopen, want dat, dat weet ik dat de Frans toen al een soort niet dat zijn gaan lopen ja ik ben er ja. nog niet uit dus ik, ga, ik denk wel dat ik het ga doen in augustus dus ga ik proberen en um, wel ja, laat weten hè? komen supporten hè. Uh, oh, wel, maar ik weet nog niet of ik hem support of unsupported ga doen. Ja, maar dat moet ook nog bekijken en dan uh, ja the great escape in september ik vind en... wel als je, allee, als je de frans Klaas wilt lopen dan vind ik wel dat je die van het hageland de fkt moet uh... ja Moeten aanvallen. En wat, wat twintig wat, 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 meer. Er, hoe staat hier? je Je staat... Wat was het? 14 Vijftien uur en negen of zo? En, 9. en, en ja. die is, uh, was ook al een fly-and-die zonder dat je het wist, maar... Ja, maar ja, het, het is een, een wild plan, dus ik weet het nog niet. En dan, uh, ik had het u gezegd, uh, misschien dat ik uh, in plaats van een bello over in... Uh, dit, ja, dit jaar zou ik mij willen inschrijven voor de hel van Casterly, om iets anders te doen. Wat doet een dingen? hè? De combi, ja. Ja, ik weet het. De zo. hoe had je het genoemd? Uh, met een Brecht. De... Ja, want eigenlijk, dit jaar heb je Bello Gallico en Corrida gelopen hè? Ja, want want eigenlijk, je erop, ja. eigenlijk vind ik dat dan drie-daagse moeten worden, Bobby. Dus dan moet, moet Bello, Hel, Corrida. Corrida. En dan maken jullie een combi-klassement een een uh, en dan moet je dan een berekening. We zoeken nog uh, Wat is... twee nerds die dat ah, willen. Rust, goed, hè, want een Bello ja. is eerst hè? Ja, maar ik wil eigenlijk. Achre de, achre... Is een Bello voor de ja. Hel? Mm -hmm. Ja. Ah, dat vind ik een beetje jammer, want de hel is voor mij. Al, ik ben geen, geen goede fietser of zo. Ik doe dat wel een beetje, maar niet om te zeggen. Dus, dat is wel lukig, dan, anders had ik dacht dat ik anders was, dat ik ook wel was, schrik. Ah nee. Ja, het, ik had het liever gehad dat het eerste hel was geweest en bellen, dan een bellen. Maar je moet je een titel verdedigen in de bellen, hè? Ja, maar. Ik vind dat ook. Ik weet het. Ik voel me zo moreel verplicht, maar ik ga daar geen goesting in hebben. Je die standaard, allee, Ik vind dat ook echt sneller dat ik dat gelopen heb. Ik vind dat die ja. standaard heel hoog ligt. Um, ja, en dat is ook. Dat is niet zo'n leuk gevoel als je het gevoel hebt dat je iets moet verdedigen of zo. Nee, en dat is daarmee ook dat ik dacht van, ik had al lang in mijn hoofd van, ik ga een crossdoen of iets in die aard zo'n een keer iets anders te doen. Zo altijd zelf opnieuw doen, dat, dat spreekt me niet aan. En dan de hel lijkt me echt een keer iets totaal anders. En lijkt je dan nog zoals zo mensen waarschijnlijk ook materiaal en voedingstips... Uh, en ja. Ja, We wel. Uh, op, moeten vragen. Moet je klaar zitten voor in te schrijven, want dat is altijd. Ik weet het? De... Meer, het staat in mijn agenda. Oké, okay. ja, ja, het staat echt in mijn agenda om. Uh, dan wordt te gaan. Um, maar bon, het is er merk zo. Hebben ja, we dat bierkaartje niet liggen dat we kunnen bijschrijven? Daar in de schuif. Uh, dat oh. is <laughs> Wat is een bierkaartje? Uh, kom pakken tot hen. Uh, <laughs> in de eerste <laughs> schuif. Uh, dat is de bierkaartje niet normaal gezien. Dat is getekend. Uh, wat is dat? De... Deel, nee, een paar deel. dagen na de hel? Dat... Ja. ja, dus de, de maandag is dan, uh, ook bij deze al direct uitgenodigd, de maandag is dan een afterdrink in de hel. In een travot. Ah, ja, ja. travo. uh, ik krijg daar nog een wieleroutfit van. Een uh, groene chimè. Allee, toch ook. is toch ook een stevige, stevige uitdaging. Uh, dus uh, ik, Brecht Bastiaans, verbind mij... Brecht. Brecht Bastiaans, ja. Verbind... Dat is ook geschreven ja. op het einde van de naam. <laughs> <laughs> <dan. lacht> aan de deelname van de bello... Bello Gallico. Legend Slam staat er ook al bij. Boeg. Ja, dat Oei. is aangepast. Later op de avond is dat van Bello Gallico aangepast naar Legend Slam. Dat maakt het nog wel een pakje zwaarder. Ja. ja en dan is de, de zo niet beloof ik, in de Club als een leeuw in een kooi te zingen. Als je het niet doet. Hè. Dat is wel mooi. Dat is ook wel mooi. hè. ik uh, even zeggen? De Christophe Rose had dat ook gezegd. Hè. Als ze, hij ging de U meedoen. Ja, voilà. En als hij hem niet meedeed, ging hij hem als een leeuw in een kooi komen zingen. Um. <laughs> en de joris als hij de hel niet meedeed? Ook, of wat? Ook, hè. En heeft hij de hel meegedaan? Nee, nee, maar hij uh, zou nu de hel meedoen. Maar onlangs ah. was er al een, een familiefeest. Dat dan... Oh, een reden om niet naar een familiefeest te gaan, lijkt mij dan. Maar goed. Oké. Okay. Uh, voilà. Gisteren hadden we echt nog tegengekomen dat ze me was. Uh, <laughs> en dan maakte me er attent op dat ik me moest inschrijven. De bello. Hij <laughs> <laughs> zag het nog zitten, hè. Hij ja? heeft ook de, de jugen lopen, dus... Uh, maar ja. ik vind het wel echt een leuk idee. Want het, allee, in mijn situatie dan nemen ze dat weg van titelverdediger Dan is het ja. gewoon van, je doet de combo. Ja. Allee, dat is wel een uitdaging op zich. Dus. ja En dan denk ik dat we... We kunnen direct ook door naar, naar een volgende driedaagse. Maar ik wacht in spanning op de, op de planning. Maar dus dat EK-marathon. Ja, er zijn ah, ja, drie is... afstanden. Moeten uh, ook gewoon die drie afstanden... Moeten ook een combiclassement van komen? wordt het EK... Marathon in 2010, dus een halve. Ja, eh, ja, ja. Waarschijnlijk op een weekend. Hè? Ik ben wel ingeschreven voor de, allez, voor de Marathon UN. Maar... Ik wist zelfs niet dat die al open stonden. Hm? Ja, nee, kon u zo registreren. registreren en dan ja. In de loop van april of mei zelfs pas konden we dan. Mag je, hmm. je zult wel een autokwalifier hebben op basis van uw FKT op de U. Waarschijnlijk. Dat kunnen we met een Thomas wel regelen. Ja, Ik ben, ben ingeschreven, maar als hem die 99 euro weer terugstortte, dan. Uh, dan... <laughs> 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 uh, maar nee, uh, het zou mooi zijn, moesten we met een Thomas kunnen regelen dat mensen die voor de drie afstanden de combi willen meedoen... Een ronde prijs krijgen. Ja. Oké, okay, goed. Ik uh, ja. denk dat we dan kunnen afronden. Nu wel, Seppe, jij nog... Uh... Nee. Gellen nee, ook uitgepraat, BG. Ja. Ik ben prima, denk ik wel. Had jij een trap afgeraken? Ik denk het wel. Ja, ik ben de juist voor de Gaan pissen. Ja, een ja, Ik heb just... niet toe, zeg je, Ik kan ze een beetje een valbak controleren. Die daar staat. SIX-D-bidonnen gelekt. Kun je trouwens uw, uw, uw waterschade? Wij zijn nu toch een sportclub? Valt dat niet onder onze... Onder de verzekering? Ja, we hebben we toch? Oh, ja. Wie is er trouwens lid van onze Ah, wel, dat is dingen. Ik moet de leden nog registreren. Dus. Er gaan ook vijf mensen lid zijn die dat niet weten. <lacht> <lacht> ja, als je vanaf dat je uh, vijf mensen registreert, bij Fros is dat, dan zeg je automatisch een club. Oh, ja. Uh, dus ja, er gaan vijf mensen een mail krijgen dat ze geregistreerd zijn bij de toch club Allemaal komen. Uh, ja, Sepp, merci uh, vooraf te komen. Alsjeblieft. Pieter en PG. Merci om af te komen. Dit was het voor mij voor deze week. Tot de volgende. Willen ze niet of willen ze niet? Doen we het of doen we het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonner gaat wereldkampioen worden. Ja, redt per uur. Te snel voor ons. Stop, damn stay on your fight! Pret, Kaap. En nog pret. Wie is Die de Jeff Dooney is Chef. Jeff! Wat is er mis met die Hollands poepen. Hij heeft diarree. Don't stand on my dog or I cut your head off. Daar is hem, daar is hem. Daar is hem.